Deel 1 van Alaska en de Canada-spoorweg. Auteur onbekend. Gepubliceerd in 1892. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katte Kliek. Alaska en de Canada-spoorweg. Deel 1. 12 juli 1890. Daar ben ik weder, op de oceaan. Deze morgen zijn we te Havre in zee gestoken. Het is 12 uur, de zee is mooi. De Normandie legt vlug haar 16 knopen, ongeveer 30 km/u, af. Hier is Kaap La Hogue en daar, dichtbij ons, het Engelse eiland Aurigny. En een groep getande rotsen verheft zich met vreemde vormen, de Casquet, waarop aan het uiterste einde een grote vuurtoren staat. En dat is alles. Verder niets dan volle zee. Vannacht zullen we de Scilly-eilanden passeren en dan is het eerste land het welk we in het zicht krijgen Amerika, dat ik voor de 4e maal ga bezoeken. 14 juli. Om 8 uur kondigt het kanon aan boord ons de nationale feestdag aan. Maar welk onaangenaam weer. Veel wind en stortregens. In de loop van de dag wordt de zee hoger, maar de Normandie houdt zich goed en maakt slechts een matig gebruik van haar recht om te stampen en te slingeren. De salons zijn getooid met Amerikaanse en Franse vlaggen, men heeft ze overal aangebracht, zelfs op de taarten en pasteien, een triomf van de kok, die voor de gelegenheid werkelijke meesterstukken leverde. Het diner is zeer vrolijk, de champagne gaat rond, en om 9 uur onthaalt men ons, ondanks de regen die buiten klettert, op een vuurwerk. Een concert van dilettanten besluit de avond. 17 juli. Het slechte weer is niet van lange duur geweest, maar op de Atlantische Oceaan kan men nooit ergens voor instaan. Zo even nog was de lucht helder en de temperatuur heerlijk. Ik breng een uurtje door in de badkamer en toen ik weer boven kom, zie ik ons schip tot mijn grote verbazing omringd door een dikke mist. Van 24 is de thermometer op 14 graden gedaald, met een ijzig koude wind erbij. Op 100 meter afstand kan men niets meer onderscheiden. We zijn dicht bij de banken van Newfoundland. Binnen een 20-tal uren zullen we er zijn. In de nacht wordt de temperatuur nog lager. Het zeewater is niet warmer dan 9 graden, wat ons de nabijheid van het drijfijs doet vermoeden. Toch schijnt ons schip geen merkbare vertraging in zijn vaart te hebben. 19 juli. De banken zijn ver achter ons. Sedert gisteren zijn wij in een gematigde luchtstreek teruggekeerd. Een loodsboot wordt aangeroepen. Ik ken niets bevalligers dan de lichte vaartuigen der Amerikaanse loodsen, met hun lange mast en 2 zeilen. In de verte gelijken ze op zeemeeuwen die op de golven dansen. Onze loods is al 12 dagen lang op zee. Hij vraagt een hoog loon voor zijn diensten, maar wat een werkje ook. In ieder jaargetijde, onverschillig welk weer het is, zich op een broos vaartuigje 300 à 400 mijlen in zee wagen om een boot onderweg te snappen. Die avond was het prachtig weer. De piano wordt boven gebracht en tot middernacht wordt er gedanst. Het is om zich op weg naar Indië te geloven, want slechts zeer zelden toont de Atlantische Oceaan zich zo vriendelijk. Op zondag 20 juli om 4 uur is Long Island aan stuurboordzijde in het zicht. Enige uren later onderscheidt men de hotels en casino's van Long Beach, Rockaway Beach en Coney Island. Door de vallende duisternis heen schittert plotseling de vuurtoren van het standbeeld der vrijheid, terwijl iets verder de reuzenboog der Brooklynbrug, elektrisch verlicht, zich tegen de lucht aftekent. Doch we lopen vandaag niet binnen, want het is nacht geworden en in het vrije Amerika mag men 's avonds niet aan wal gaan, vooral niet op zondag. De volgende morgen om 8 uur ligt de Normandie vastgemeerd op de werf der Atlantische Compagnie. Daar ik geen andere bagage heb dan 2 valiesjes, die ik desnoods in de hand zou kunnen meenemen en die een expressman voor 40 cent naar mijn hotel zal dragen, ben ik spoedig klaar bij de heren van de douane en ik spring in een tram die mij in een paar minuten voor 5 cent, de vaste prijs bij die soort voertuigen overal tussen de Atlantische en de Stille Oceaan, naar het Hotel Martin brengt. Dat is zoals men zegt het beste Franse logement in New York. Mijn doel op deze reis naar Amerika was de ganse weg van de nieuw transcontinentale lijn door Canada af te leggen,
een vluchtig uitstapje te doen naar de kust van Alaska, dan de staten van het westen te bezoeken, het Yellowstone Park te gaan zien en met de Northern Pacific terug te keren. Ik wist dat tegen de 1e augustus de boot voor Alaska uit Victoria vertrekt. We hadden nu 21 juli, dus veel tijd had ik onderweg niet te verliezen. Toen ik dan ook Broadway nog eens had bezocht, die hoofdader van de stad, een ritje had gedaan met de eigenaardige luchtspoorwegen, altijd voor 5 cent, juist als in de omnibus, en bij het ondergaan der zon van de prachtige Brooklynbrug af mijn oog had laten gaan over de reusachtige veerponten, de kolossale stoomboten en de talloze vaartuigen van elke vorm, die zich in alle richtingen op de East River bewegen, besloot ik reeds de volgende morgen naar Canada te vertrekken. Ik had van New York rechtstreeks per spoor naar Montreal kunnen gaan. 2 concurrerende lijnen had ik zelfs tot mijn dienst. Maar hoewel ik haast had, offerde ik een dag op om een veel interessanter weg dan die langs de spoorlijn te volgen, namelijk de route per stoomboot, eerst langs de Hudson en dan over het George en het Champlainmeer. Ik heb geen berouw over die keus gehad. De stoomboten op de Hudson zijn uitstekend ingericht voor het comfort en het genoegen der talrijke reizigers die dagelijks op de mooie rivier pleziervaarten en uitstapjes doen. Volgens Amerikaans gebruik is er een orkest aan boord. Die boten zijn ook aanbevelingswaardig om de snelheid van hun vaart. Ofschoon het stroom opgaat, worden de 230 kilometer die New York van Albany scheiden in 9 uren afgelegd, het oponthoud eronder begrepen. Het is een feit dat de Amerikanen vlug en handig zijn. Het ontladen der koffers en der passagiers, alles gaat even rustig en snel. Prachtig weer maakte dat ik recht kon genieten van het landschap, dat wezenlijk zeer mooi is. Tegenover New York is de stroom meer dan 1 kilometer breed. Naarmate men verder komt, neemt hij nog in breedte toe. Op de linkeroever passeert men een rij van landingsplaatsen en een menigte sierlijke buitenverblijven. Het grondgebied der stad New York beslaat langs de Hudson een oppervlakte van 28 kilometer, waarvan meer dan de helft reeds bebouwd is. Verderop verheffen zich langs de rechteroever de Palisaden, een rij loodrechte rotsen, welker hoogte geregeld opklimt van 60 tot 170 meter. Na die Palisaden wordt de Hudson veel breder. Voorbij Cape Croton breidt zij zich over een grote oppervlakte uit en vormt als het ware een ruime baai om dan weer kronkelend haar weg te vervolgen tussen hoge, met wouden bedekte bergen. Dit gehele gedeelte der rivier is bijzonder schilderachtig. Men vindt daar ook, halverwege op een plateau bekoorlijk gelegen, de militaire school van West Point. Hoger stroomop, altijd aan de rechteroever, volgt dan Newburgh, een mooie stad met 20.000 inwoners. En nog iets verder boven, Poughkeepsie, ook een belangrijke stad. Weer een grote ijzeren brug die de Hudson overspant. Om 6 uur komen we te Albany aan. De boot zet ons bij het spoorwegstation af. De wagons wachten ons op 10 pas afstands van de kade en terstond vertrekt de trein. Het spijt mij dat ik Albany niet heb kunnen bezoeken. Het is de hoofdstad van de staat New York. Een stad met 100.000 inwoners en met vele merkwaardige gebouwen. Saratoga, dat ik tegen het vallen van de avond bereik, is een groot dorp, een soort van luxe plaatje, beroemd om zijn minerale bronnen en in de zomer druk bezocht door de Amerikaanse beaumonde. Ik heb nog even de tijd gehad voor een vluchtig bezoek aan Congress Park met zijn statige olmen en voor een wandeling door de hoofdstraat met de meeste hotels en de deftigste woningen van particulieren. De volgende dag was het prachtig weer. In 1,5 uur bracht de spoorweg mij bij het zuidelijk uiteinde van het Georgemeer, te Caldwell, vanwaar de stoomboot direct na aankomst van de trein vertrekt. Daar dichtbij staat een reuzengroot hotel, zoals men er alleen in Amerika vindt, gebouwd op de plaats van een oud Frans fort, waarvan nog enkele ruïnen over zijn. Deze streek bekleedt een belangrijke plaats in de geschiedenis van Amerika gedurende de laatste eeuw. Van 1755 tot 1759 zijn de romantische oevers van het Georgemeer herhaaldelijk het toneel geweest van bloedige gevechten tussen Fransen en Engelsen. Men mag het nog wel eens in herinnering brengen dat het Georgemeer en het Champlainmeer beide het eerst door Fransen zijn bezocht. Nu zijn een menigte kleine villaatjes verspreid langs hun woudrijke oevers. Vluchtend voor de hitte der maand augustus
die in New York dikwijls ondraaglijk is, houden de burgers en vooral de burgeressen der grote stad ervan om hier een zuiverder en frisser lucht in te ademen. Zeker is het George Meer met zijn vele groene eilandjes mooi, zeer mooi zelfs. Maar ik ben er niet zo verrukt van als de Amerikanen, die niet aarzelen het boven de schoonste Zwitserse meren te verheffen en die het de eerste rang toekennen onder de meren der ganse wereld. Men zou het eerder met de meren uit Zweden kunnen vergelijken, als de bergen wat hoger waren. En, wat weer bij de laatstgenoemde ontbreekt, hier staat de gezellige levendigheid van de oevers en de vele aanlegplaatsen toe om tal van aardige Amerikaanse dames in vrolijk zomertoilet eens op te nemen. De vaart over het George Meer duurt ongeveer 3 uren. Aan het noordelijk uiteinde wacht ons een trein. In 2 minuten heeft de ontscheping zonder moeite en zonder geraas plaats gehad. Ik heb geen orders horen geven en geen stoomfluit gehoord. Het is een wonder. Een kwartier later geschiet het tegenovergestelde, de overgang uit de trein in de boot, aan het zuidelijke einde van het Champlainmeer, de Ticonderoga. Daar staat ook een historisch fort, waarvan de overblijfselen op een naburige rots liggen, die haar naam aan het kleine stadje, punt van vertrek der boten, heeft gegeven. Het eerste gedeelte van het Champlainmeer is nogal aardig, maar weldra wordt het meer breder, de oevers worden lager en het water neemt een gele kleur aan. De landstreek is niet meer, zoals bij het George Meer, een uitspanningsoord, maar eenvoudig een landbouwgebied, afgesloten in de verte door mooie blauwe bergen, de Adirondacks. Om 5 uur wordt er aangelegd op de rechteroever, te Burlington, de volkrijkste stad uit de staat Vermont. Veel Franse Canadezen zijn in die belangrijke industriestad gaan wonen. 2 uren later verlaat ik de stoomboot om per spoor verder naar Plattsburgh te gaan. De grens van Canada passeren we te Rossies Point en om 11 uur 's avonds ben ik in een Frans hotel te Montreal geïnstalleerd. Ik kende Montreal reeds door mijn bezoek in 1876 op mijn eerste reis naar Amerika. De bevolking, die in het begin deze eeuw nauwelijks 9000 inwoners bedroeg, werd toen op 120.000 geschat en nu is ze reeds tot 200.000 gestegen en neemt nog voortdurend snel toe. De stad, die gebouwd is op een eiland door de Sint-Laurens en een arm van de rivier Ottawa gevormd, ligt op de linkeroever van de grote stroom in een vruchtbare vlakte, aan de voet van de Mont Royal, waarnaar de stad is genoemd en die men tegenwoordig langs een spoorwegje kan bestijgen. Van de top af heeft men een prachtig gezicht op de stad, welker daken en torens in de zon schitteren, en op de Sint-Laurens, die vele kilometers breed is, met haar groene eilandjes en de vruchtbare velden langs de oevers. Zeker zou men met genoegen vele dagen in de mooie stad Montreal kunnen doorbrengen, waar de meerderheid der bewoners Frans spreekt en waar men bij elke schrede aan Frankrijk, het oude land, zoals de Canadezen zeggen, wordt herinnerd. Maar ik had mij voorgenomen op mijn terugweg opnieuw beneden Canada te bezoeken en ik maakte mijn toebereidselen om nog dezelfde avond te vertrekken. Mijn eerste visite gold de heer Beaugrand, oud-burgemeester van Montreal, een gewaardeerd schrijver van romans en reisverhalen. Nu is hij redacteur van de Patrie, een der meest gelezen Franse dagbladen in Canada. Ik werd allervriendelijkst door hem ontvangen. Daarna bezocht ik de heer Schwab, consulair agent voor Frankrijk, die met buitengewone voorkomendheid zich onmiddellijk te mijner beschikking stelde om mij aan de superintendent van de Canadian Pacific, de heer McNichol, voor te stellen. De laatste gaf mij een introductiebrief mee voor alle employés langs de onmetelijke lijn waarover hij het oppertoezicht heeft. Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn kaartje te kopen dat tot Victoria $75 kost. Voor $20 buitendien krijg ik een bed in de sleeping car, welk gemakkelijk ingericht rijtuig ik dan ook overdag mag gebruiken, en mijn kaartje is unlimited, dat wil zeggen dat ik onderweg mag uitstappen en overal waar het mij goed dunkt zo lang mag blijven als ik wil. Ik had ook nog tijd de heer Mercier te bezoeken, de Alaska-reiziger die mij zeer bruikbare inlichtingen gaf over de streken die ik dacht aan te doen. Intussen is het uur van vertrek gekomen. Om 8 uur installeer ik mij met mijn lichte bagage in de parlor car, de Yokohama. De gereserveerde rijtuigen hebben namelijk, evenals stoomboten, ieder een naam.
Ik heb niet veel medereizigers. De eerste indruk is uitmuntend. De Canadese Pacific Spoorweg is de jongste transcontinentale lijn in Amerika en zij is inderdaad een wonderwerk. In 1875 is men ermede begonnen, maar eerst sedert 1880 is men er vlug mee voortgegaan toen de regering op het gelukkig denkbeeld kwam de aanleg aan een bijzondere maatschappij te gunnen. Zo kon 5 jaar voor de voorgeschreven termijn, de 4 juli 1886, een trein uit Montreal vertrokken de Stille Zuidzee bereiken. Een uitkomst die des te belangrijker was omdat de weg aangelegd moest worden door bijna geheel verlaten streken die grote natuurlijke bezwaren aanboden. Bijna 500 kilometer zijn in de rotsen uitgehouwen. De bruggen zijn ontelbaar. Eén van ijzer vervaardigd is 250 meter lang. Een andere is tussen twee bergen 90 meter boven een stroom gebouwd. In de laatste weken werkte men zelfs bij de strengste koude. Als de paarden niet meer konden, spande men honden voor de wagens. Herhaaldelijk heeft men rails gelegd, terwijl het kwik in de thermometer bevroren was. Van de 4 grote secties der lijn zijn 2 door de regering en beide anderen door de maatschappij aangelegd. De zo snelle voltooiing van de reusachtige spoorweg, die van Montreal tot Vancouver niet minder dan 4679 kilometer lang is, mag, ik herhaal het, een reuzenwerk worden genoemd. En heeft aangetoond dat zowel de ingenieurs als de werklieden uit Canada in niets bij hun buren uit de Verenigde Staten achterstaan. De compagnie van de Canada Pacific Spoorweg maakt goede zaken. Buiten de grote lijn omvat haar spoorwegnet grote uitgestrektheden van de noordwestelijke prairieën en enkele wegen oostwaarts naar Quebec, Halifax enzovoort, en ook verscheiden lijnen die met de Amerikaanse in verbinding staan. Van Halifax naar Vancouver, dat is van de ene oceaan naar de andere, wordt de afstand van 5908 kilometer geregeld in 7 dagen afgelegd en op een manier zo prettig en gemakkelijk als men zich in Europa niet kan voorstellen. Tegenwoordig kan men zonder moeite in 14 dagen van Parijs naar Victoria op Vancouver komen en daar langs deze weg de afstand van Japan 516 mijlen korter is dan over San Francisco en slechts 13 à 14 dagen eist, kan men 4 weken nadat men Frankrijk heeft verlaten op de kaden te Yokohama wandelen, terwijl deze reis over Marseille en Suez 42 dagen duurt. Voetnoot. Die reizen worden namelijk sneller en sneller. In de Temps van 15 mei 1891 kon men lezen: een expresstrein van de Canadian Pacific heeft van Vancouver naar Montreal de reizigers van de stoomboot Express of India meegenomen die een reis rondom de wereld doen. Zij hebben een afstand van 2900 mijlen in 3 dagen en 17 uur afgelegd met een snelheid die soms tot 60, 70 à 75 mijlen per uur steeg. Tot nu toe heeft men er altijd 6,5 à 7 dagen voor gebruikt. De reis van Yokohama naar Montreal heeft juist 2 weken geduurd. 3 der reizigers gaan te New York op de stoomboot van de Cunard Line en ze zullen de 10e mei in Londen aankomen en hebben dan in 3 weken de reis van Yokohama naar Londen volbracht. Het plan der Canadian Pacific Company is de Engelse mail voor Japan en China in het vervolg op dezelfde snelle manier te vervoeren. Einde voetnoot. 25 juli. Ik heb een uitmuntende nacht gehad en sta om 7 uur op, geheel uitgerust van de vermoeienis der vorige dagen. We zijn de hoofdstad der Dominion, Ottawa, reeds lang voorbij. We rijden nu langs de rechteroever der rivier van dezelfde naam, die we een uur later zullen verlaten op het punt waar zij zich naar het noordwesten buigt. Daar zijn we te Mattawa, een belangrijke plaats voor de handel in het hout dat uit de provincie Ottawa komt en punt van samenkomst voor de hertenjagers en forellenvissers. Een diningcar wordt aan onze trein gehecht en ik ontbijt met smaak, wat in Amerika, zowel in Canada als in de Verenigde Staten, een zeldzaamheid is. De oude spoorweg, door de regering aangelegd, eindigt 42 kilometer verder bij het station Callander. Bij dit punt begonnen dus de werken der Canadian Pacific, van de CPR, zoals men bij verkorting zegt. Wij naderen de streek der kleine meren ten noorden van het Huronmeer. Men ziet er verscheidene in het voorbijgaan. Het grootste is het Nipissingmeer, een mooie watervlakte van 80 kilometer lang en 40 breed,
met woudrijke eilandjes erin en een gordel van wouden eromheen, waarin veel wild wordt aangetroffen. Hoe onbetekenend klein is echter dat meer, vergeleken bij de rij uitgestrekte zoetwaterbinnenzeeën iets zuidelijker op 16 graden lengte. Om 10 uur komen we te North Bay, een klein, geheel nieuw stadje aan de noordzijde van het meer. De trein staat er 10 minuten stil. Ik ga een tocht wagen naar het buffet. Men eet er staande en men kan er enkel brood, thee en koffie krijgen. Geen gegiste dranken, nog bier, nog wijn worden er geschonken. Zo is het aan alle buffetten langs de lijn. Nadat we enige tijd langs het meer zijn gestoomd, gaat de spoorweg over het voornaamste toevoerkanaal, de rivier Sturgeon, juist boven schilderachtige stroomversnellingen. De temperatuur is zacht en ik breng een groot deel van de tijd door op het balkon van de smoking room achteraan de trein. Vandaar verlies ik geen enkele bijzonderheid van het landschap. Op enkele punten is het woud gekapt, maar de landbouw heeft nog slechts schroomvallig bezit genomen van het domein der houthakkers. Bijna overal is de bodem met primitieve wouden bedekt, hier en daar helaas door brand vernield. Op de wanstaltige en in ontbinding verkerende overblijfselen der van ouderdom gestorven woudreuzen, tussen dorre maar nog rechtopstaande bomen, op de gecarboniseerde lagen en de in elkander verwarde half vergane stammen, groeit een nieuw geslacht van jonge bomen vol leven. Het is een dicht labyrinth waar men overal water aantreft. De meren zijn ontelbaar en dat zijn ook de waterlopen die door het bos kronkelen en naast de spoorweg aan houtzagerijen beweegkracht leveren. Sudbury is ook een nieuw stadje, zomaar midden in het woud ontstaan. Het is een belangrijk punt der lijn. In de nabijheid ontgint men aanzienlijke koper, nikkel en platina lagen en van hier gaat de 287 kilometer lange zijlijn uit die bij Sault Ste. Marie eindigt, de oude Franse kolonie op de landengte die het Huronmeer met het Bovenmeer verbindt. Een kanaal met sluizen stelt die twee binnenzeeën met elkaar in gemeenschap en een draaibrug die de Canadese en de Amerikaanse oever verbindt, laat de spoortreinen passeren en brengt zo de verbinding tot stand van de Trans-Canada-spoor met de grote Amerikaanse lijnen. Verderop wordt de schilderachtige streek nog woester. Ontgonnen plekken worden schaarser en kleiner en komen enkel onmiddellijk aan de spoorbaan voor. En water, altijd water, vertoont zich aan het oog. Een talloze menigte meertjes, moerassen, als geëmailleerd met fraaie rode bloemen, een ganse waterflora, welke frisse, teergroene kleur vreemd afsteekt tegen de donkere tint van het stilstaande water en tegen de uitgestrekte, door het vuur zwart geworden lagen. 26 juli. Tweede nacht in de Yokohama. Even goed als de vorige. Vroeg in de morgen gaan we langs de noordelijke oever van het Bovenmeer, dat men het eerst te zien krijgt de Heron Bay, 1291 kilometer van Montreal verwijderd. Het meer levert een prachtig schouwspel op en overtreft mijn verwachtingen. De steile, rotsachtige kust, die diep is ingesleten, vormt een serie bochtige baaien, bezaaid met woudrijke eilanden. De horizon wordt gevormd door het heldere water van het grootste meer ter wereld. Men weet dat het Bovenmeer niet minder dan 590 kilometer lang is, terwijl 260 kilometer de grootste breedte aangeeft. Zijn oppervlakte, die Reclus op 83.630 vierkante kilometer berekent, zou dus gelijk zijn aan die van 14 à 15 Franse departementen. Het landschap is groots. Het woud is meer ongeschonden. Het zijn nog wel altijd dennen, beuken, lorken, maar de bomen zien er krachtiger uit. De weg, in de rotsen uitgehouwen, dikwijls door tunnels en houten bruggen op schragen afgebroken, is volkomen goed in orde en heeft enorme sommen moeten kosten. Verscheidene uren aaneen houden we dit toverlandschap voor ogen. Soms doen oneffenheden van de bodem het meer een ogenblik uit het oog verdwijnen, maar spoedig komt het weer tevoorschijn. Een der merkwaardigste punten is de grote bocht om Jackfish Bay, waar de spoorweg wel 6 à 7 kilometer lang omheen buigt. Die baai is, zoals de naam aanduidt, beroemd om de overvloed en de goede hoedanigheid van de vis. Overigens levert het Bovenmeer overal veel vis. De forel komt er veel voor en men vist er soms forellen van 5 à 6 pond. Deze morgen hebben we in onze diningcar heerlijke exemplaren gegeten. De Nipigon Bay,
die dan volgt is ook schoon, met haar basaltrotsen en de rij schilderachtige eilandjes langs de rand. Wij passeren langs een ijzeren brug een brede rivier, die na een flauwe bocht in het bovenmeer het water van het Nipigon-meer uitstort. Dit meer, behalve bij de geografen aan weinig personen bekend, is toch 13 maal zo groot als het meer van Genève. De oppervlakte wordt geschat op 7500 vierkante kilometer. In deze hoek van het Amerikaanse continent weet men inderdaad niet welke der twee elementen, de aarde of het water, het in uitgestrektheid wint. In die streken, ten noorden van het bovenmeer gelegen, die zo koud zijn in de winter dat de thermometer soms daalt tot op het vriespunt van kwik, is de warmte in de zomer dikwijls drukkend. Wij kregen er een staaltje van, desmiddags 27 graden in de schaduw, in de volle wind. Voorbij het station Nipigon verliest men het bovenmeer uit het oog, om het 2 uren later bij de donderbaai terug te vinden, die ook weer evenals de vorige zeer mooie punten aanbiedt. We arriveren om 3 uur te Port Arthur, 1600 kilometer van Montreal. De eerste der 3 grote secties van de weg is afgelegd. We komen nu in de westelijke sectie. We moeten hier onze horloges een uur achteruit zetten. Buitendien waarschuwen de uurwerken der compagnie ons dat we voortaan de dagen niet meer verdelen in 2 helften, ieder van 12 uren, maar dat de uren van middernacht tot middernacht zullen worden gesteld in 1 rij van 24 uren. Dus in plaats van 20 minuten over 3 in de namiddag, zeggen we 15:20. Port Arthur, dat vrij gelegen is op de westelijke oever van de Donderbaai, is in 1867 gesticht. Het is nog maar een klein stadje van 5500 inwoners, maar bestemd om snelle vorderingen te maken, want met het erbij gelegen plaatsje Port William is het een punt van vertrek en aankomst van talloze stoomboten en van een geregelde scheepvaartlijn, toebehorende aan de CPR. Buiten haar net van spoorwegen bezit de machtige compagnie uitmuntende en snelvarende stoomboten, waarmee ze 2 maal 's weeks geregeld de gemeenschap onderhoudt met Owen Sound, de haven van Toronto aan de George Bay. Men ziet het, we zijn in de beschaafde wereld teruggekeerd. De vlakte is overal bebouwd en heeft een kaal en eentonig voorkomen. Geen bomen brengen afwisseling en geen tuin omgeeft die kleine houten huisjes die alle aan elkaar gelijk zijn en verspreid liggen over een grote oppervlakte. Daarmee in tegenstelling zijn de ruime magazijnen, de dokken, de aanlegplaatsen, de kolendepots en grote elevators waarvan 1, een reusachtig gevaarte, 1.200.000 schepel kan bevatten. Alles duidt aan dat de dag nabij is waarop zich daar een grote stad zal vertonen en waarop paleizen van marmer en graniet de nederige hutjes van heden zullen vervangen. Zo gaat het in Amerika. We nemen in Port Arthur enige reizigers op. Gelukkig is het niet de dag die op de boot van Owen Sound correspondeert, want dan zou onze sleeping car overvol zijn geworden. Een laatste groet aan het bovenmeer. De streek die naar Port William voor ons ligt wordt besproeid door de schone, brede rivier Kaministiquia, welker oevers we enige tijd volgen. Langzamerhand wordt het bouwland schaarser. De natuur herneemt een woest karakter. Tegen het vallen van de avond passeren we de waterscheiding tussen het Bovenmeer en het Winnipegmeer. Dit is tussen het bekken van de Sint-Laurens en dat van de Hudson Bay. Einde van deel 1. Deel 2 van Alaska en de Canada-spoorweg. Auteur onbekend. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Kliek. Alaska en de Canada-spoorweg. Deel 2. 27 juli. Van des morgens 5 uur af ben ik op mijn observatiepost op het balkon van de wagen. Ik wil het station Red Portage niet verzuimen, waar ik het beroemde Woudmeer zal kunnen zien. Het landschap is allerliefst. Veel mooie meertjes, onderling met elkaar in gemeenschap staande, brengen afwisseling en maken dat de indianen en de trappers van vroeger met kleine draagplaatsen of portages hier en daar ertussen in hun boten van boomschors honderden, ja duizenden mijlen konden afleggen. In een zo moerassig oord stuitte de aanleg van spoorwegen natuurlijk op grote moeilijkheden. De grond is niets dan een wiegelende weide, rustend op zware veenlagen.
Om de weg te leggen op voldoende vaste bodem moesten er enorme hoeveelheden aarde en stenen worden aangevoerd die in de modder verzonken zonder merkbaar gevolg. Wat het Woudmeer aangaat, het is een vrij groot zoetwaterbekken met een omtrek van 640 kilometer. Men krijgt er echter geen goed overzicht van door de ontelbare eilandjes die boven het ondiepe water uitkomen. Nu betreden wij Manitoba. De dennen, die al kleiner worden, verdwijnen ten laatste geheel. Men merkt dat men de prairie nadert. De grond is donker en veelal bebouwd. Grote kudden doen zich te goed aan groene weiden. Daar is de Rode Rivier. We steken die over langs een mooie ijzeren brug en om 10:15, juist de aangegeven tijd, komen we bij het station Winnipeg, 2292 kilometer van Montreal. De tijdcirkel bepaalt het vertrek op 14:20, dus heb ik nu de vrije beschikking over 4 uren. Winnipeg is na Ottawa de volkrijkste stad van de grote lijn tussen Montreal en de kust der Stille Zuidzee. Ze ligt aan de samenvloeiing van de Rode Rivier en de Assiniboine en is als Fort Garry lange tijd de stapelplaats en zetel geweest van de Hudson's Bay Company. Nu is het de hoofdstad van Manitoba en het neemt onder de steden der Dominion met zijn 30.000 inwoners de 7e rang in. De hoofdstraat, waarop de andere rechtlijnige straten uitkomen, is buitengewoon breed, geplaveid met boomstammen en na landsgebruik voorzien van houten trottoirs. Er zijn weelderig ingerichte magazijnen en een zeker aantal mooie openbare en bijzondere gebouwen. Het stadhuis is een monumentaal geheel, werkelijk een grote stad waardig. Een gedenkzuil staat ervoor, opgericht ter ere van de soldaten uit Canada die in 1885 vielen in de strijd tegen de kleurlingen van het Noordwesten. Voor het eind van deze eeuw zal waarschijnlijk de bevolking van Winnipeg het cijfer van 100.000 inwoners hebben bereikt. De geografische ligging, in het centrum van het land en te midden der vruchtbare prairieën van het Noordwesten, verzekert aan de stad een grote toekomst. Wie weet of niet te eniger tijd Winnipeg voor Canada de plaats zal innemen die Chicago in de Verenigde Staten bekleedt. Aan de andere kant van de Rode Rivier ligt, ver uit elkaar gebouwd, de Franse voorstad Saint-Boniface, residentie van Monseigneur Taché, het eerwaardige hoofd der katholieke kerk in de noordwestelijke provinciën. Maar al is het Franse element het talrijkst vertegenwoordigd op de rechteroever der Rode Rivier, te Winnipeg en in het overige Manitoba is dat niet het geval. Kort voor ik er kwam, had het parlement der provincie een wet aangenomen die het onderwijs van de Franse taal op de scholen verbood. Ik haast mij erbij te voegen dat die wet, welke tegen de geest der constitutie indruiste, algemeen protest heeft uitgelokt, zowel bij de Fransen als bij de liberale Engelsen. Een zondag in een Engels of Amerikaans land te moeten doorbrengen is noodlottig voor een reiziger. Te Winnipeg heb ik er weer de ervaring van opgedaan. De trams rijden niet. Een haveloze koetsier biedt mij een rijtuig van betwistbare zindelijkheid aan, waarvoor hij mij $1.50 per uur vraagt, wat ik natuurlijk weiger. Zo zie ik mij genoodzaakt bij een temperatuur van 31 graden te voet rond te lopen, als ik tenminste getrouw mijn plicht als toerist wil vervullen. Alle winkels zijn gesloten, maar daar luiken in dit land onbekend zijn, kan men door de vensters de uitstallingen waarnemen. Kooplieden en bedienden, allen ernstig in het zwart gekleed, zitten voor hun gesloten huisdeuren stil te roken of te pruimen. Herhaaldelijk vroeg ik of ik iets kon kopen, dat ik met de vinger aanwees, bijvoorbeeld een pakje sigaren of tabak, en telkens ontving ik slechts een melancholieke, maar stellig weigerende hoofdschuddende beweging tot antwoord. De honden zelf schenen door hun droevige houding aan te tonen dat het zondag was en dat ze niet mochten draven of gekheid maken of elkaar beleefdheden bewijzen als op andere dagen. Daar treft opeens een vrolijke fanfare, een helse muziek van trommels, cymbalen, fluiten en klaroenen mijn oor. Ik zie een 20-tal mannen en vrouwen, oude vrouwen vooral, in fantastische uniformen met versnelde pas voorbijtrekken, de vlag voorop. Ze maken deel uit van het leger des heils. En dan te moeten bekennen dat die dwaze maskerade, het enige vrolijke verschijnsel in mijn bezoek aan Winnipeg, niet bij machte was de stroeve aangezichten van de enkele toeschouwers op straat te ontspannen. Het is intussen drukkend warm. De zon brandt op de stoffige en te weinig beschaduwde straten der hoofdstad van Manitoba.
Om geen zonnesteek te krijgen, verschuil ik mij dan ook maar in een hotel bij het station. Maar om een glas biermachtig te worden, moet ik een krijgslist gebruiken. Van buiten gezien schijnt de bar gesloten en werkelijk is de straatdeur dan ook hermetisch dicht. Doch er is nog wel iets op te vinden. De ingewijden kennen de weg naar zeker klein deurtje dat tot het buffet toegang geeft. Daar zult ge verbaasd zijn, in het halfduister een talrijk gezelschap aan te treffen, wat tot op zekere hoogte de stilte op straat verklaart, en men zal u er alle dranken die ge verlangt verschaffen. Dat noemt men hier de zondagsrust eerbiedigen. Ten westen van Winnipeg gaat de weg, die in volkomen rechte lijn tot zover het oog reikt zich voortzet, door een geheel vlakke streek. We zijn in de zone van die prairieën die bijna overal hebben plaatsgemaakt voor korenvelden, naar alle zijden zich uitstrekkend zonder een enkele boom en zonder afsluitingen. Grote boerenhoeven wijzen hier en daar op de rijkdom van dit deel van Manitoba, dat met de staat Dakota, welks noordgrens niet ver verwijderd is, ernaar streeft de korenschuur van Europa te worden. Duizenden mijlen lang zal de streek zo blijven, aangrijpend beeld voor de toekomst van onze landbouw. Portage La Prairie, aan de rivier Assiniboine, is het eerste belangrijke station en een der voornaamste marktplaatsen der provincie. Men ziet daar grote molens en reusachtige elevators. Brandon, waar we 's avonds aankomen, bestaat reeds 10 jaar. Het is een stad met 6000 inwoners en de grootste korenmarkt van Manitoba. Daar moeten we weer ons horloge een uur achteruit zetten. Men heeft er 10 minuten op onthoud. De dames uit de stad komen in groot toilet op het perron van de spoorweg. Het is vandaag zondag en er zijn niet veel publieke vermakelijkheden te Brandon. Er zijn een massa reizigers bijgekomen. In de parlor en de rookwagen gaat het zeer levendig toe. Misschien gedeeltelijk ten gevolge van de glazen whisky met Apollinaris, waarop de heren elkander trakteren. Het kleine badkamertje in onze wagon, dat ik nog niet heb vermeld, schijnt nog meer te worden gebruikt voor die soort van plengoffers dan voor het doel waartoe het werd bestemd. 28 juli. In de afgelopen nacht zijn we Capel voorbijgegaan, een groot dorp aan de rivier van die naam. Regina, waar we zeer vroeg aankomen, is de voornaamste stad aan de Assiniboine, een der 4 districten waarin voorlopig het grote territorium van het noordwesten is verdeeld. Het aantal inwoners van Regina, de koningin der prairieën, is nog niet meer dan 2200 en toch is het de zetel van de wetgevende macht der staten van het westen tussen Manitoba en Columbia en het hoofdbureau der rijdende politie. Dit keurkorps bestaat uit 1000 in de krijg geharde ruiters en moet de grens der Verenigde Staten bewaken en de orde handhaven onder de blanken en de over grote uitgestrektheden verspreide indianen. Meer nog, ze moet waken voor de naleving der wet, die onder strenge strafbepalingen verbiedt aan de indianen alcoholische dranken te verkopen. Van nu af zullen we telkens bij de stations indianen aantreffen. In dekens gewikkeld, zwijgend neergehurkt, zitten die arme mensen langs de spoorweggebouwen en bieden aan de treinpassagiers buffelhorens te koop aan, mooi opgewreven en kunstig aan eengehecht, of borduurwerk van hun hand of andere kleine merkwaardige voorwerpen. Deze indianen zijn van de stam der Zwartvoeten, wier gereserveerd terrein langs de spoorweg ligt. Gisteren wees mijn thermometer in de namiddag 33 graden aan. Hedenmorgen is de temperatuur zeer koel, maar alles voorspelt dat we weer een warme dag zullen krijgen. In deze tijd van het jaar bedraagt de dagelijkse schommeling in de temperatuur wel 20 à 25 graden. Stellig ga ik mij nooit in dit land vestigen, waar het 's nachts ijzig koud is en dat de ganse dag zonder enige beschutting aan een onverbiddelijke bestraling door de zon is blootgesteld. Al voortgaande komen we in eenzamer streken. De flauwgolvende bodem brengt minder voort naarmate we hoger stijgen op het plateau waarop we ons sedert 24 uren bevinden. In de inzinkingen van het terrein ziet men hier en daar kleine meertjes, bedekt met een zoutkorst, die men in de verte voor ijs zou houden. Geen plantengroei is er te zien dan geel, kort gras, waardoor de streek het voorkomen heeft van een oneindig groot korenveld na de oogst. Nu en dan vertonen zich die zonderlinge kleine dieren, bekend onder de naam van prairiehonden, en enige niet zeer wilde vogels, waarop mijn reisgezelschap met steenworpen jacht maakt. Een voorraad stenen hadden ze ervoor meegenomen.
Nog slechts weinige jaren geleden zwierven buffels in ontelbare menigte door ditzelfde land. Nu is er geen enkele meer, alle zijn door de jagers uitgeroeid. Maar hun sporen, die altijd in rechte lijnen elkaar kruisen, zijn nog duidelijk zichtbaar. Hun uitgebleekte beenderen worden van heinde en verre bijeengebracht naar de buurt der stations en op enorme hopen geworpen, bestemd voor de fabricatie van beenzwart. Medicine Hat is op een hoogte van 650 meter, mooi gelegen aan de voor het grootste gedeelte van haar loop bevaarbare Saskatchewan. De veeteelt en de ontginning der steenkoolmijnen in de buurt beloven veel voor de toekomst van deze stad. In de prairie is de lucht zo zuiver en zo helder dat de zonsondergangen er bijna altijd wonderlijk schoon zijn. Hedenavond kon ik evenmin als gisteren mij losrukken van het toverachtig schouwspel dat de hemel aanbood toen de laatste stralen der ondergaande zon hem verlichten. 29 juli, vijfde nacht. Bij mijn ontwaken voel ik mij even fris en wel als op de eerste dag. Het is dan ook een feit dat de veren der rijtuigen uitstekend zijn en de vaart niet zeer snel, dus is de vermoeienis uiterst gering. Een opmerkenswaardig iets is dat de trein zo weinig geraas maakt onderweg. Weinig of geen stoomgefluit, men schreeuwt de namen der stations niet af, de trein staat stil, men vertrekt weer zonder dat iemand gewaarschuwd wordt. De stations, voor het grootste gedeelte oorspronkelijk in onbewoonde streken gebouwd, staan vrij regelmatig op afstanden van 15 à 20 kilometer van elkander. Maar de trein staat slechts stil bij die waar een signaal is gehesen. Men hoort geen enkel bevel geven, geen stationschef of beambte is te zien. Ze zijn er echter wel, maar daar ze geen speciale kleding dragen, bemerkt men hun tegenwoordigheid niet. We hebben in onze trein twee grote tweede klasse wagens of emigrantenwagons. Ze zijn gemakkelijk ingericht en het tarief bedraagt ongeveer de helft van dat der eerste klasse. Elke passagier heeft recht op een legerstede zonder verhoging van de prijs en de compagnie verhuurt het beddengoed tegen matig tarief. Vannacht zijn we Calgary voorbijgestoomd, een drukke markt uit die streken en middelpunt van veeteelt. Het is de hoofdstad van het district Alberta. De Cree-Indianen, of zwartvoeten, bewonen verscheidene reservations in die streken. Toen het dag was, volgde het station Morley en weldra zagen we de blauwe toppen van het rotsgebergte aan de horizon verschijnen. We gaan over een brede rivier met helder water en de trein stoomt een dal binnen, aan beide zijden omgeven door kale, besneeuwde bergtoppen. Dennen verschijnen weer ten tonele. We hebben de eeuwige, eentonige prairie achter ons gelaten. Bij het station Gap, 1264 meter hoog gelegen, wordt er een observation car aan de trein gehecht. Een aardige attentie van de CPR voor de beminnaars van natuurschoon. Het is een groot, aan de zijden geheel open rijtuig waarin men enkel een paar banken vindt en waar men een wandeling van een twintigtal schreden in kan doen. Terwijl ik bij Kenmore de schone omtrekken van de Drie Zustersberg bewonderde, zag ik twee jonge priesters die zich in het Frans met elkaar onderhielden. Op reis maakt men spoedig kennis. Wij stelden ons aan elkander voor. Zij waren die nacht te Calgary in de trein gekomen. De een, de heer Iverena, was professor aan de katholieke hogeschool te Washington en had met zijn vriend een grote reis gemaakt naar Aziatisch Turkije. Ze vertellen mij dat ze plan hebben een dag te blijven in Banff en weten mij tenslotte over te halen mij bij hen te voegen om een vluchtig bezoek te brengen aan het Nationale Park in Canada. Daar het hoofddoel van mijn reis Alaska was, had ik regelrecht van Montreal naar Victoria willen gaan. Daarom aarzelde ik eerst en nam niet terstond het mij gedane vriendelijke voorstel aan, maar weldra liet ik mij overreden. De tijd drong, want spoedig zouden we bij het station zijn. Gelukkig dat ik weinig bagage heb. Ik pak alles haastig in, laat een dollar glijden in de hand van de neger die voor mijn wagon zorgde en verbaasd was dat ik zo haastig vertrok. En een paar minuten later, toen de trein zich in beweging zette om zijn weg te vervolgen, zat ik met mijn nieuwe reisgezellen in de hotelomnibus. Ik had in één adem 106 uren afgelegd, het traject van Montreal naar Banff, 3774 kilometer. Het hotel, dat zeer geriefelijk, zelfs weelderig is ingericht, ligt op een hoogte in een allerbekoorlijkste streek.
Onze eerste zorg na aankomst was ons van een rijtuig te verzekeren dat voor $8 de gehele dag te onze beschikking bleef. We hebben onze tijd goed gebruikt. Eerst een uitstapje van 3 uren naar het Minnewasaka-meer, langs hoogten en laagten, door een prachtig bos, hier en daar door brand vernield, hetgeen aan het werkelijk grootste landschap een melancholiek woest karakter verleende. Een der merkwaardigste uitzichten op die weg heeft men op de brug over de Boogrivier. Na het lunch togen we naar de zwavelbronnen, die op verschillende hoogten aan de oostzijde van de Steffenberg ontspringen, bezochten de badinrichting en deden een lange rit langs de rivier. We namen bij een temperatuur van 33 graden een verkwikkend bad in een natuurlijke vijver, zo groot dat men er kon zwemmen, en brachten tenslotte een bezoek aan een grot waarin we ook een vijver aantroffen. Na het diner gingen we te voet een schilderachtige waterval in de buurt zien en besloten de interessante dag op het terras bij het hotel met een uitzicht zo schoon als men zich nauwelijks kan voorstellen. Wat de talrijke gasten van het hotel betreft, we zagen hen alleen op de uren der maaltijden. Al de overige tijd scholen ze weg in hun verwarmde vertrekken en ze schenen hierheen te zijn gekomen enkel om rustig in schommelstoelen te liggen. Bijna allen waren, ik zal het niet behoeven te zeggen, Amerikanen uit de Verenigde Staten. 30 juli. Vertrek van Banff om 6:45. De weg langs de Boogrivier gaat regelmatig omhoog door een dicht woud en loopt dan om een hoge top, de Castle Mountain, heen. Door de grote bomen heeft men prachtige uitzichten op een rij met sneeuwbedekte toppen. Wij stijgen nog immer. 2 uren nadat we Banff hebben verlaten, is het hoogste punt van de overgang over het rotsgebergte bereikt bij het station Steffen, op een hoogte van 1614 meter. Naar het noorden, 2500 meter boven ons hoofd, verheft zich de blinkende top van de Steffenberg, vanwaar een reusachtige gletsjer neerdaalt. Voor ons een minder hoge berg met getande toppen, en aan onze voeten ligt een meertje, welk stilstaand water van de pashoogte naar verkiezing kan afvloeien in de Atlantische en in de Stille Oceaan. Wat lager komt een bruisende stroom uit een ander meer tevoorschijn. Het is de Kicking Horse, die zijn schuimende golven naar de Columbia zal voeren. De spoorlijn gaat bijna recht naar beneden en volgt steile rotswanden en diepe kloven. Daar verrijzen de kolossale torens der Kathedraalsberg, de spitse top der Fieldketen, en vervolgens komt het station van dezelfde naam, waar de CPR een aardig klein hotel heeft laten bouwen, druk bezocht door liefhebbers der forellenvangst. Het is 10 uur. We houden erop om te ontbijten, want de restauratiewagens blijven aan de voet der bergen. Vanuit de vlakte naar de top mogen de helling zacht glooiend zijn, ze is daarentegen ontzettend steil aan de andere zijde. Het dalen door de Wabtak-kloof, waar de Kicking Horse doorbruist, is bepaald schrikwekkend. Over een lengte van 75 kilometer kronkelt de spoorweg, aan de uitstekende gedeelten der bergen gehecht en van de ene rotswand op de andere springend, zich langs duizelingwekkende afgronden waar onstuimige wateren in de diepte bruisen. Te Golden verlaat men eindelijk die verschrikkelijke, onvergetelijke plaatsen. We zijn in een dal gekomen dat het rotsgebergte scheidt van de Selkirk-keten. De hoogte bedraagt nog slechts 775 meter. Grond- en zilvermijnen worden in de nabijheid ontgonnen. Wij gaan langs de rechteroever van de rivier Columbia, die hier reeds voor kleine stoomboten bevaarbaar is. Kort daarna houden we op te Donald, waar de derde en laatste sectie van de Canada-spoorweg, 3930 kilometer van Montreal verwijderd, begint. Het horloge weer een uur achteruitgezet. Te Donald wordt een tweede locomotief aangehecht, want aan de overzijde der Columbia, die we spoedig zullen oversteken, verrijst evenwijdig lopend met de hoge bergen de lagere Selkirk-keten, niet minder schilderachtig dan het eigenlijke rotsgebergte. Weldra begint de stijging. Door een prachtig bos klimt de spoorweg, zich links wendend, omhoog naar het dal van de Beaver. Daar verrijst met zijn sneeuwvelden en grote gletsjers, die naar de naburige dalen afglijden, de Sir Donald, hoogste top der Selkirk-keten, 3244 meter hoog. Op hem volgen andere toppen. Diepe kloven gaan we over langs houten bruggen op palen,
één gebouwd boven een schuimende waterval, een andere, de langste van alle, over de Stony Creek, 90 meter boven de stroom. Verderop wordt de kloof zo nauw dat de spoorweg zich een weg moet banen door de rotsen en 2 kilometers ver voortloopt langs onpeilbare afgronden en loodrechte rotsmuren. Daar komt de Rogerpas links en rechts een rij besneeuwde bergtoppen. Soms wordt ons het uitzicht belet door lange, houten tunnels ter bescherming tegen lawinen gebouwd. De Selkirkketen, als scherm tussen de stille Zuidzee en het rotsgebergte geplaatst, ontvangt veel meer regen dan het laatste. Daarom zijn de gletsjers er groter en dalen dieper in de vlakte af. De boomgroei ontwikkelt zich hier met verbazende kracht. Dennen, pijnbomen en ceders in dichte menigte trachten elkander te overtreffen en schijnen zich in de strijd om het bestaan te willen meten met de bergtoppen die hen omringen. Ongelukkig worden die edele bossen, sinds de mens hun domein heeft betreden, soms door brand vernield. Het vuur, waaraan men geen paal en perk kan stellen, verslindt gehele oppervlakten en breidt zich soms weken aaneen over honderden kilometers uit. De grootste stammen blijven half verkoold staan, maar bijna alle zijn dodelijk getroffen. Het hoogste punt in de overgang der Selkirkketen is bij het station Summit, 1415 meter hoog. Naar het zuiden ziet men op 2500 meter afstands de trappen van een reusachtig circus, waar een 5 of 6tal gletsjers in uitkomen, terwijl men de groenachtige spleten in het ijs duidelijk kan onderscheiden. De trein gaat weer dalen en houdt na talloze wendingen op bij het station Glacier House, waar we dineren in een mooi hotel, als Zwitsers huisje gebouwd, dat door de compagnie is opgericht op 20 minuten afstands van de grote gletsjer, wiens enorme massa, omgeven door zwarte dennen, spiegelt en glanst in de zonneschijn. Het dalen gaat sneller en telkens zijn er wonderschone uitzichten. Talloze watervallen, door reuzenbomen omgeven. Vreemde, smalle waterlopen, bijna tot hun punt van uitgang terugkerend. Nauwe, woeste bergengten met uitzichten op een wereld van gletsjers en sneeuwvelden. Op een bepaald punt van de helse vaart is het landschap zo buitengewoon, zo verheven in zijn grootsheid, dat de trein enige minuten ophoudt om de reizigers in staat te stellen het kalm in oogenschouw te nemen. Te Revelstoke komen we weer bij de oevers der Columbia, maar het is niet meer het riviertje dat we 5 uren geleden overstaken. Na haar noordelijke omweg is de rivier een machtige stroom geworden en de brug die ons erover leidt is niet minder dan 250 meter lang. De natuur is van aanzien veranderd. We komen nu in een bekoorlijk vruchtbare streek, afgewisseld door grote meren en doorsneden door brede, rustige voortstromende rivieren. In dit schone, reeds gedeeltelijk gekoloniseerde oord gaan wij ter nachtrust. Moe, maar niet verzadigd van het aanschouwen van zoveel wonderen. Einde van deel 2. Deel 3 van Alaska en de Canada-spoorweg. Auteur onbekend. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katekliek. Alaska en de Canada-spoorweg. Deel 3. 31 juli. Bij het opgaan der zon stoomt de trein langs de rivier de Thompson, die zich bij het station Lytton met de Frasersrivier verenigt. Het is of er na de dag van gisteren al heel weinig te zeggen valt van de 250 kilometer die mij nog resten, voor ik de stille Zuidzee bereik. Dat is toch niet waar. Dit laatste gedeelte is ook zeer belangwekkend. Maar uit vrees de lezer te vermoeien, wil ik trachten kort te zijn. Beneden Lytton gaat de spoorweg over de Frasersrivier, moet een serie tunnels door en komt tenslotte op een hoogvlakte op aanmerkelijke hoogte boven de stroom die tussen 2 rotsachtige ketenen is ingesloten, met steile, soms loodrechte hellingen. Dat is de beroemde canyon van de Frasersrivier, die 37 kilometer lang is. Ik beken blij te zijn geweest toen we dat eind achter de rug hadden, want dikwijls lagen de rails zo dicht aan de afgrond dat ik niet zonder onrust was. En toch is aan de overzijde, op de andere oever, de oude weg der goudzoekers nog wel anders gevaarlijk. Die kolonistenweg, door de regering van Columbia aangelegd, geleek ons een grijsachtig lint dat de puntige rotsen als kroonlijst omgaf en soms loodrecht naar de rivier afhing met geen andere steunsels dan een eiken leuning. Het scheen mij onmogelijk dat ooit iemand de stoutmoedigheid kon hebben zich daar met een rijtuig te wagen.
Doch het is waar, we zijn in Amerika. De Fraser's-rivier gaat door voor de visrijkste stroom der aarde. In de tijd van het kuitschieten komen de zalmen in dichte menigten stroomopwaarts en hierover heeft men mij op de plaats zelf wonderen verteld. Toch waren we niet aan de oevers der Garonne en mijn zegsman was een brave Fransman die er reeds jaren woonde. Zoveel is zeker dat men er aanzienlijke hoeveelheden zalmen vangt die, ingemaakt in bussen, de gehele wereld door de comestiblewinkels overstromen. Nu is het echte seizoen al voorbij, maar er zijn nog achterblijvers. Indianen, op de punten der rotsen gezeten, snappen de zalmen in het voorbijzwemmen door middel van een korte draad aan een lange hengelstok. Ofwel ze doorboren de vis met pijlen en leggen ze in de zon op de oever te drogen. Te Yale is een ganse kolonie Chinezen bezig goud te zoeken uit het stroombed, door het goudzand aan de oever uit te wassen. Dan volgen Ruby Creek, zo genoemd naar de robijnen die in de buurt worden gevonden. Agassiz, op 5 mijlen afstand van het Harrisonmeer, aan welks rand zwavelbronnen worden aangetroffen, beroemd om hun geneeskracht. Nicomen, waar men ter linkerzijde de met ijs bedekte top van de Bakerberg ziet, aan de overzijde der grens van Amerika, die nu zeer nabij is. Mission, waar een school is voor katholieke indianen. New Westminster, waar een zijlijn van 13 kilometer heen leidt, een reeds belangrijke stad in directe handelsverbinding met China en Australië, Port Moody, het oudste aanvangspunt van de spoorweg, en tenslotte het laatste en 304e station naar Montreal, Vancouver, waar we precies om 2:25 des avonds op de vastgestelde tijd het station binnenstomen. Tot mei 1886 was de plaats waar de stad zich verheft, die het eindpunt is van de langste spoorweg ter wereld, nog bedekt met maagdelijke bossen. Zoals altijd bestond de stad in de aanvang uit kleine houten huizen, snel opgetrokken te midden der pas ontgonnen woudstreek. Maar spoedig werd door een brand schoon lei gemaakt en Vancouver werd van solider materiaal opnieuw opgebouwd. Toen ik het bezocht, werden de brede straten doorsneden door elektrische trammen, er waren grote kerken, monumentale schoolgebouwen, eerste hotels, reusachtige magazijnen en mooie particuliere huizen. Het aantal der bevolking, toen op 15.000 personen geschat, moet nu al reeds 20.000 bedragen. In minder dan een kwartier heeft de gehele inscheping op een aan de kade liggende stoomboot plaatsgehad. Ondanks de goede indruk die deze spoorreis van bijna een week zonder merkbare vermoeienis volbracht bij mij achterlaat, ben ik toch blij weer op het water te mogen reizen, te meer daar het weer prachtig en de zee volkomen kalm is. Uit de haven stomend gaat men langs Stanley Park, zo genoemd naar de tegenwoordige gouverneur, Lord Stanley. Het is niet anders dan het nog in wezen gebleven uiteinde van het oude maagdelijke woud dat vroeger de ganse streek bedekte. Het park is meer dan 400 hectare groot. Mooie wegen en lanen met schelpen bedekt zijn er in alle richtingen aangelegd. Dit prachtige park, dat ik bezocht heb toen ik voor de tweede maal in Vancouver kwam, op de terugweg van Alaska, is een wonder van schoonheid. Men ziet er bomen van 10 à 16 meter middellijn die een hoogte van 100 meter bereiken en waard zijn met de sequoias van de Yosemite-vallei of met de reuzeneucalypten van Australië te worden vergeleken. De meest voorkomende soorten zijn coniferen, als ceders, oregondennen en pijnbomen. Men ziet er ook reuzenahornbomen met grote bladeren en door mos omgeven takken. Beneden vormen de varenkruiden en heesters ondoordringbaar dichte plaatsen. De frambozenstruiken worden bijna bomen en bereiken alle een hoogte van 5 à 6 meter. In het kort, de plantengroei is er zo weelderig dat men zich in de tropen verplaatst waant. Bij de ingang van het vaarwater ligt een kleine ontredderde stoomboot opzijde, gestrand op een rotspunt. Het vorige jaar is zij meegevoerd door de vloed, die daar een buitengewoon krachtige stroming is. Het is de Pioneer, de eerste stoomboot die om Kaap Hoorn is gegaan om de kusten van Brits Columbia te bereiken. Dit was in 1855, een voor Amerika reeds in het verre verleden liggend tijdstip. Die schipbreuk is ongetwijfeld een fortuintje voor de eigenaar van de boot. Men heeft mij verteld, en inderdaad is het een echt Amerikaanse bijzonderheid, dat er een compagnie wordt gevormd om het waardeloze wrak te kopen tegen hoge prijs
en er wandelstokken, fotografielijstjes, doosjes en andere kleine voorwerpen van te maken die tegen hun gewicht aan goud zullen worden verkocht als reliquieën uit vervlogen tijden. Iets verder wijst de gele kleur van het water erop dat we de monding der Fraser-rivier naderen. Kleine vissersschuiten kruisen in de open zee. Twee mensen kunnen naar het schijnt 800 zalmen per dag vangen, van een gemiddeld gewicht van 5 kilogram. Na een verrukkelijke vaart van 5 uren door een doolhof van woudrijke eilandjes met mooie schilderachtige omgeving, gaan we door de George-straat en komen in een heerlijke baai waarin Victoria ligt, de hoofdstad van het eiland Vancouver en van Brits Columbia. Mijn eerste zorg, toen ik in het Hotel Dryard, dat door een zeer beleefd Fransman, de heer Redon, wordt gehouden, aankwam, was te informeren wanneer de boot naar Alaska vertrok. Ze is er nog niet, maar ze wordt elk ogenblik verwacht. Bij het agentschap waar ik een hut wilde bespreken, weigert men mijn geld aan te nemen, want er is, zegt men, geen enkele plaats meer over. Ik had het wel verwacht. Uit Montreal had ik willen telegraferen, maar goed ingelichte personen hadden mij verzekerd dat het nodeloze moeite zou zijn. En werkelijk zijn in de goede tijd van het jaar de stoomboten op Alaska overvol met passagiers. Buitendien had een gezelschap van 96 toeristen uit Boston, Philadelphia en New York, die onder leiding van een vertegenwoordiger van het agentschap Raymond een rondreis door Amerika maakten, Montreal verlaten juist de dag voor ik er aankwam, en ze zouden zich inschepen op de boot die ik wilde nemen. Gelukkig is de heer Redon op intieme voet met de kapitein, en deze weet sedert lange jaren de tafel van het Hotel Dryard, een der beste uit Amerika, te waarderen. Mijn vriendelijke hotelier, inderdaad een voorzienigheid voor zijn enkele landgenoten die zich in die verre streken wagen, belooft mij al het mogelijke te doen, opdat ik zal kunnen vertrekken. Zo er slechts een enkel plaatsje beschikbaar is, zal het voor mij zijn. Victoria is een mooie stad van 20.000 inwoners, aangenaam gelegen op het zuidoostelijk uiteinde van het grote eiland Vancouver, bij de ingang van de Juan de Fuca-straat, die het eiland van het vasteland scheidt. Men vindt er fraaie openbare gebouwen, een zeer belangwekkend provinciaal museum, een zoologische tuin in een park, waar ik zelfs nog met herinnering aan de reuzenbomen van Vancouver de prachtige Douglas-dennen bewonderde. Een gehele wijk wordt bewoond door een talrijke Chinese kolonie. De zonen van het Hemelse Rijk hebben te Victoria hun Chinese winkels, hun pagode, hun schouwburg. Het enige verschil is dat ze hier een belasting van $50 per hoofd moeten betalen. Die emigranten munten uit in de tuinbouw en in het bleken van linnen. Ze zijn ook goede dienstboden en worden een groot aantal als aardwerkers en sjouwers gebruikt op de Pacific Spoorweg. Men komt ze bij elke schrede in de straten der Colombiaanse hoofdstad tegen, tussen de blanke bewoners en de enkele leden van het autochtone Indiaanse ras. Vele trammen, meest door elektriciteit bewogen, bedienen de uiteenliggende voorsteden langs schaduwrijke lanen, waar te midden van mooie, met zeldzame bomen versierde tuinen, de smaakvolle villa's der rijke bewoners zijn te vinden. De streek is enigszins golvend, met hier en daar kleine heuvels van graniet en getande rotsen die de aanwezigheid van oude gletsjerbeddingen verraden. Van de hoge punten af heeft men een prachtig uitzicht op de zee en de besneeuwde toppen der Olympiaketen, aan de andere zijde van de Juan de Fuca-straat in de staat Washington. Een bekoorlijk uitstapje kan men maken naar Esquimalt Harbor, verversingsplaats en marinestation der Engelse vloot in de Stille Zuidzee, op 6 kilometer afstands van Victoria. Men vindt er altijd één of meer oorlogsschepen. Aan een prachtige haven, die met grillige bochten diep in het land dringt, heeft men een arsenaal, magazijnen, werkplaatsen en een groot droogdok gebouwd. Intussen is de boot van Alaska's namiddags aangekomen en zal morgen weer vroeg vertrekken. Nu is het reeds 8 uur 's avonds en mijn lot is nog niet beslist. Ik gaf de hoop al op toen de heer Redon met een glanzend gezicht bij mij kwam. U heeft een plaats, maar er is geen tijd te verliezen, zei hij, en duwde mij in een rijtuig dat mij terstond ver van de stad naar de eigenlijk gezegde haven bracht, speciaal bestemd voor de grote zeeschepen. Nauwelijks aan boord haastte ik mij de $95 te betalen, de prijs van de reis heen en terug, waarvoor ik een kaartje krijg en het recht op een bed in een hut eerste klasse met 3 plaatsen, waarin we met ons tweeën zullen zijn. Ik ben er bepaald verrukt van.
De stoomboot The Queen, waarop ik een tiental dagen zou vertoeven, is de beste van de drie boten die op de kusten van Alaska varen. Ze houdt 3000 ton, is 104 meter lang en heeft plaats voor 250 passagiers eerste klasse. Aan alle eisen en behoeften van de nieuwere tijd is bij de inrichting voldaan. De salon is buitengewoon groot en smaakvol. De hutten zijn ruim en luchtig en bestaan uit drie verdiepingen, waarvan twee rechtstreeks uitkomen op een buitengalerij. Ze hebben elektrisch licht en boven de derde verdieping is een groot balkon. Tweemaal per maand vertrekt dit schone schip onder commando van kapitein Carroll, een oude zeerob die aan zijn 114e reis naar Alaska bezig is, van Tacoma aan de Puget Sound. Neemt de Port Townsend aan de oostzijde van de Juan de Fuca-straat de passagiers op die over de zee van San Francisco zijn gekomen, doet Victoria aan en vervolgt dan zijn reis naar het noorden, landt bij de interessantste punten der kust en blijft 1 of 2 dagen te Sitka om vervolgens naar het punt van uitgang terug te keren. De volgende morgen, 2 augustus, waarschuwt bij het aanbreken van de dag een lichte schommeling van de boot mij dat we op weg zijn. Voor de laatste maal vergast ik mij aan de prachtige aanblik der Olympiaketen, welker voet nog in de schaduw staat, terwijl de toppen reeds verlicht zijn door de eerste stralen der opkomende zon en als rode wolkjes boven de morgennevel schijnen te zweven. Daarna wendt de Queen zich voorwaarts en komt in straat Harrow, de meeste der San Juan-eilanden aan stuurboord voorbijvarend. Het bezit van die archipel is lange tijd een twistpunt geweest tussen Engeland en de Verenigde Staten. De keizer van Duitsland, in 1872 tot scheidsrechter gekozen, liet de grenslijn door de straat gaan en kende dus aan de Verenigde Staten het grootste gedeelte van de betwiste archipel toe. Om 11 uur passeren wij in open zee het stadje Nanaimo, waar we op de terugweg aan land zullen gaan. Hier zijn we aan de uiterste grens van spoorwegen en telegrafen. We betreden oorden waar beide totaal ontbreken. Die ganse dag hadden we heerlijk weer, wat ons trouwens op deze gehele reis bijbleef. We kwamen uit de George-straat in de Johnstonstraat tussen een doolhof van grote en kleine eilanden door, alle geheel en al bedekt met reuzendennen. Van de scheepsbrug gezien is het uitzicht op de bergen, vooral op die van Columbia, heerlijk. Aan de kant van Vancouver zijn ze minder hoog. Een onafgebroken keten van met sneeuw bedekte toppen begrenst de horizon aan de oostzijde. Hun hoogte wisselt af tussen 2000 en 8000 meter. Op sommige plaatsen dringen diepe fjorden wel 100 kilometer ver het land binnen. Nu eens omsluiten de insnijdingen der kust grote uitgestrektheden diep water, waar de scheepvaart gemakkelijk en zonder gevaar kan plaats hebben. En dan weer wordt het kanaal nauw, zoals bij de Discovery en Seymourstraat, waardoor de George-straat met de Johnston Bay is verbonden. Dit is het engste punt in de doorgang tussen Vancouver en het vasteland. De zeestromingen hebben in deze streken soms een snelheid van 16 km per uur, wat te gevaarlijker is omdat er zoveel klippen zijn even onder de wateroppervlakte. Zeilschepen worden onweerstaanbaar meegesleept en stoomboten zelfs zijn verplicht hun vaart te berekenen naar en in overeenstemming te brengen met het gunstige getij. Op een eiland in de Johnston Bay ziet men een grote fabriek van ingemaakte zalm en een uitgestrekt indianendorp. Op het kerkhof zijn de graven der inboorlingen versierd met grof snijwerk en met lappen van kleurige stoffen. Bij het aanbreken van de tweede dag zijn we het grote eiland voorbij waaraan de beroemde zeevaarder Vancouver zijn naam heeft gegeven. In de richting van het noordwesten naar het zuidoosten ligt het evenwijdig aan de kust van Columbia en is 400 kilometer lang en 100 kilometer breed. De naar de stille Zuidzee gekeerde zijde is doorsneden door diepe fjorden. Het gehele, nog weinig bekende binnenland is één uitgestrekt woud. De kolonisatie heeft nog slechts het zuidelijk uiteinde van het eiland bereikt. Nu stomen we Koningin Charlottestraat binnen. Enige eilanden scheiden ons nog van de oceaan, welks deining zich reeds laat gevoelen. En weer komen we in een serie van golven en straten, gevormd door een archipel van woudrijke eilanden. Nu en dan zou men menen dat men een grote rivier afvoer tussen twee zeer steile oevers, die enige honderden meter hoog met donkere dennen zijn beplant. Verscheiden malen hebben we gelegenheid walvissen te zien, meestal 2 aan 2 in groepen bij elkander, in vrolijke beweeglijkheid, machtige dampwolken de lucht inslingerend.
Vandaag is het zondag. Een waarschuwing in de rookzaal aangeplakt zegt ons dat het die dag verboden is kaart te spelen. Tot vergoeding zal de dienst niet rusten. We hebben niet minder dan 7 geestelijke herders aan boord, meest allen leden van het toeristengezelschap dat ik reeds noemde. Ik heb met de beminnelijke leider der expeditie kennis gemaakt, de heer Luther Holden, die met behulp van 3 adjuncten in alles voorziet en de reis tot in de kleinste bijzonderheden regelt. Die vakantieuitstapjes hebben in Amerika veel succes. Tegen een vooraf vastgestelde prijs behoeft men zich verder met niets te bemoeien en men wordt op de bepaalde tijd weer thuisgebracht. Het programma wordt met veel zorg opgemaakt en stipt gevolgd. Men heeft alle mogelijke comfort op reis en men reist toch veel goedkoper. Zo konden onze toeristen voor $500 de reis maken van de grote steden aan de Atlantische Oceaan naar Alaska, na in een speciale trein de gehele Dominion van Canada in haar ganse uitgestrektheid te hebben gezien. De terugreis zou plaats hebben door de straten Washington en Oregon, door het Nationale Park aan de Yellowstone en dan per Northern Pacific over St. Paul, Chicago en de Niagara, terwijl hier en daar uitstapjes zouden worden gedaan en interessante punten zouden worden bezocht. Een maatregel die ik zeer toejuich is dat dagelijks in de salon van de Queen de af te leggen weg werd opgehangen met vermelding der belangrijkste punten en der tussenliggende afstanden. Onder de kosten der reis is de tafel inbegrepen. Vanwege het grote aantal passagiers moeten er 2 tafels worden gehouden met 2 uren tussenruimte en telkens blijft geen plaats onbezet. En daar er niet minder dan 5 maaltijden per dag worden gegeven, 3 grote en 2 kleine, zijn de ongelukkige kelners maar steeds bezig met dekken en afnemen. Het oudste lid van ons gezelschap is een grijze heer van 82 jaar die een plezierreisje doet met zijn waardige gemalin, slechts weinig jonger dan hij. Men reist in Amerika zo gemakkelijk dat men die verplaatsing als een rust is gaan beschouwen. En famille gaat men uit met oude bloedverwanten en zeer jonge kinderen om een reis van 6 weken te maken. Men steekt van de ene oceaan naar de andere over met dezelfde zorgeloosheid als waarmee men een eenvoudig pleziertochtje in de buurt gaat doen. Wat mij intussen wel verbaast is het grote aantal oude vrouwen, zeer oude zelfs, enkele zijn zeker over de 70 jaar, die deel uitmaken van het gezelschap Raymond. Na Bella Bella, een indianendorp op het eiland Campbell, volgt de Lama Passage, zeer nauw en met vele kegelvormige eilandjes erin, alle met dennen begroeid, waardoor ze eruit zien als grote, groene, op het water staande mutsen. En dan de Milbank Sound, van waar men voor enkele ogenblikken een kijkje heeft op de oceaan. De zuidelijkste punt van het grote Koningin Charlotte-eiland is juist bij de ingang van straat Finlayson, die over een lengte van 45 kilometer recht naar het noorden loopt en 3 à 4 kilometer breed is. Schone watervallen storten neer van de naburige hoogten en boven het donkere woud steken de besneeuwde toppen der verder verwijderde bergen uit. De sneeuw daalt hier zeer laag in de diepte der kloven. Slechts enige honderden meters boven het niveau der zee ziet men nog grote massa's, overblijfselen van de lawinen van het voorjaar. Volkomen eenzaamheid, geen spoor van menselijke woningen te zien, geen boot op zee te bemerken. In de bossen geen bewijzen meer van branden, maar vele nog rechtopstaande stammen zijn de uitgebleekte skeletten van de woudreuzen die van ouderdom stierven. Soms ook zijn jongere bomen verdroogd en staan dicht tegen elkaar aan als de aren in een korenveld. Na straat Finlayson volgt de Grenville-straat, in een rechte lijn 90 kilometer voortgaande tussen het eiland Pitt en het vasteland. In de nacht tussen de tweede en de derde dag zijn we, even beneden 55 graden noorderbreedte, de grens overgegaan die de Britse van de Amerikaanse bezittingen scheidt. Bij het aanbreken van de dag bevinden we ons tussen Prince Wales Eiland en de kust. Nu zijn we in Alaska. Het landschap blijft steeds hetzelfde, maar zo schoon dat men zijn ogen er niet af kan houden. Het territorium Alaska neemt de noordwestelijke uithoek in van het vasteland van Amerika. Door de Beringstraat van Azië gescheiden, ten noorden door de IJszee bespoeld en ten zuiden door de Stille Oceaan, werd deze streek, die eertijds onder de naam van Russisch Amerika bekend was, in 1867 aan de Verenigde Staten afgestaan voor een som van $7.200.000.
De aankoop van dat land lokte eerst bittere verwijten uit van de zijde der Amerikanen. Maar nu de streek beter bekend is, geeft men terecht toe dat de som gering is voor een land dat driemaal zo groot als Frankrijk en in zijn zuidelijk gedeelte zeer goed bewoonbaar is, terwijl het vis en kostbaar bont levert en men er bossen en mijnen vindt. Als men daarbij bedenkt dat de afstand buiten de eilanden langs de kust, waarvan enkele voor aanzienlijke sommen verpacht zijn aan een maatschappij in bondwerk, ook de ganse rij der Aleuten omvat bij de Aziatische kust, krijgt men de overtuiging dat de Amerikaanse Republiek, zowel uit financieel als uit politiek oogpunt, wat men noemt zeer goede zaken heeft gemaakt. Een der meest verspreide dwalingen over Alaska betreft het klimaat. Zeker, de winters zijn er in het noorden en het binnenland geducht streng. Maar daarentegen heeft men geconstateerd dat de zwarte stroom, of Kuro-Sivo, op de westkust van Amerika dezelfde weldadige uitwerking heeft als de warme golfstroom op West-Europa. Zo daalt de thermometer te Sitka slechts zelden tot 0 graden Fahrenheit, gelijkstaande met min 17,7 graden Celsius. In 1888 bedroeg de bevolking van Alaska ongeveer 50.000 inwoners, waaronder 6500 blanken, 1900 kleurlingen, 2900 Eskimo's der Aleuten, 3500 beschaafde indianen en 3500 wilden. 'S Morgens om 10 uur komen wij te Wrangell aan en elk een haast zich aan land te gaan. We zullen om 2 uur weer vertrekken. Het dorp is mooi gelegen, maar betekent niet veel. Een 100-tal blanken wonen er en 400 bijna ver-Amerikaanse indianen, tot de stammen der Tlinkets en der Haidas behorend. Fort Wrangell, een oude Russische sterkte, ligt op de noordpunt van het eiland van dezelfde naam bij de mond der rivier Stikeen, die tot vrij ver in het binnenland van Columbia door stoomboten kan worden bevaren. Het is de natuurlijke weg naar de beroemde Cassiar-goudmijnen. Hier en in het gehele zuidoostelijk gedeelte, dat bij de Eliasberg begint, beperkt zich het territorium van Alaska tot een smalle landtong. De Britse grens loopt evenwijdig met de kust op een afstand van 55 kilometer van de zee. Ofschoon Wrangell veel van zijn belangrijkheid heeft verloren, is het toch een interessant plaatsje voor een vreemdeling die er de schoonste totems uit de ganse streek kan waarnemen. Zo noemt men grote houten, van snijwerk voorziene palen die de indianen voor hun huizen plaatsen. Het zijn zinnebeeldige voorstellingen van de afkomst van het hoofd der familie en ze dienen om de grote daden zijner voorvaderen te vereeuwigen. Van 60 tot 150 centimeter breed en van 10 tot 20 meter hoog stellen die totems monsterachtige dieren voor of grijnzende menselijke gelaatstrekken. Vroeger werden ze zeer in ere gehouden, nu hecht men er minder gewicht aan. De oude worden nog wel geëerbiedigd, maar men richt geen nieuwe meer op. De inboorlingen worden in familieën of clans verdeeld, die volgens de traditie van 4 symbolieke dieren afstammen. Van de raaf, de wolf, de walvis en de arend. De typen van die dieren zijn op verschillende manieren in snijwerk weergegeven, naar gelang van de verbintenissen en huwelijken, zodat een soort van stamboom wordt voorgesteld. Indien bovenop een totem een lelijke menselijke gedaante is geplaatst met een hoed op, is dat het bewijs van de woonplaats van een hoofd. Soms staan er 2, 1 aan elke zijde van het huis. De ene is dan de stamboom van de man, de andere die der vrouw. Een van die totems, en niet de minst eigenaardige, heeft geen andere versiering dan het indruksel van een berenklauw en het afbeeldsel van het dier zelf erbovenop. Ook heb ik een paar graven opgemerkt met reusachtige gesneden beelden, hetzij van wolven, hetzij van andere dieren. Het inwendige der Indiaanse huizen verdient wel een bezoek. Alle zijn van hout gemaakt. De vuurhaard is in het midden en de rook moet door het dak ontsnappen. Tegen de wand van het enige vertrek staan banken, primitieve meubels en veldbedden. Dierenvellen en huiden hangen aan de muren, terwijl vis en grote stukken vlees aan de zoldering hangen te drogen. De Indianen hadden sinds onheugelijke tijden de gewoonte om houtsnijwerk te maken, niet enkel op hun huisraad, maar ook op hun pagaaien, hun wapens en zelfs op de grote visangels waarvan ze zich bedienen. Sinds de toevloed van toeristen zo groot is, leggen ze zich toe op de fabricatie van veel voorwerpen die enkel voor de verkoop bestemd zijn, bijvoorbeeld van grote hoornen lepels, vishoeken,
kleine reproducties van totems en ook van korven en kunstig gevlochten mandwerk. Enkelen onder hen zijn handig in het bewerken van zilver en vervaardigen ringen en armbanden die ze tegen hoge prijs aan de vreemdelingen verkopen. Ongelukkig bestaat er een neiging om de oorspronkelijke tekeningen te laten varen en naar Amerikaanse modellen te werken. Op de dag van de aankomst der stoomboot wordt bijna elk huis in een bazaar herschapen. We kunnen niet van Rangel scheiden zonder de vreemde gewoonte te vermelden die onder de jonge vrouwen bestaat, om zich namelijk het gezicht zwart te verven of dwars door de onderlip zich een houten, benen of metalen versiersel te steken. Kwestie van mode, zal men zeggen, maar die zeker niet dient om de schoonheid te verhogen. Daar de commandant onzer boot van de vloed wenste gebruik te maken om enkele moeilijke punten te passeren, vertrokken we precies om 2:00. Eerst gingen we westwaarts, toen plotseling noordwaarts, om de Rangelstraat te bereiken. Een lange doorgang, nauwelijks enige honderden meters breed, tussen 2 evenwijdig lopende bergketenen. De vloed is hoog, het water bespoelt de struiken aan de oever, en weer kunnen we de illusie hebben van een rivier met snelle stroom tussen begroeide oevers. We horen walvissen snuiven, en vluchten watervogels zweven in de lucht. De Queen vertraagt haar snelheid, die gewoonlijk 26 km per uur bedraagt, en de nauwe doorgang wordt voorzichtig gepeild, zodat we er zonder beletsel doorgaan. Verderop schijnt de weg afgesloten door een keten van steile bergen, waarlangs grote gletsjers afdalen tot in de donkere wouden. Terzelfde tijd zien we in zee drijvende ijsvelden, glad als een spiegel. Het panorama, met schitterend licht overgoten, waardoor de verscheidenheid der tinten uitkomt, wisselend van het zachtste blauw tot het donkerste groen, al naar afstand en ligging, is onvergetelijk schoon. Tegen zonsondergang wordt het schouwspel nog treffender. In het oosten donkere wolken die storm schijnen te voorspellen, terwijl in het westen de lucht volkomen helder is en zich daar als het ware een paradijs van goud en zilver voor ons opent. Iedereen is vol bewondering. Wat mij aangaat, nooit heb ik zoiets schoons gezien. Het is doodstil. Om 9:30 is het nog licht en noode verlaat ik mijn observatiepost om de noodzakelijke rust te nemen. De volgende morgen vroeg kom ik op dek, waar mij opnieuw een wonderschoon schouwspel wacht. Zover het oog reikt, is de zee met drijfijs bedekt. Voor ons daalt de Taku-gletsjer, 800 meter breed, recht in zee neer en vertoont ons zijn 80 à 100 meter hoge loodrechte wand. De Queen neemt haar lading ijs in. 5 mannen in een boot stuwen de blokken voort die op het dek worden gehesen en dan in het ruim worden neergelaten. Wij zijn daar 2 uur lang gebleven. 3 malen maakten zich enorme sneeuwvallen, gehele bergtoppen, van de gletsjer los en stortten in zee met een vreselijk geraas, als van een kanonschot, door een aanhoudend geweervuur gevolgd. Ik heb stukken ijs zien vallen die een volume moeten hebben gehad als dat van onze stoomboot. Ik heb ze zien neerstorten, geheel verdwijnen, dan weer opspringen, om hun scherpe punten te vertonen, en terwijl ze ter hoogte van 20 of 30 meter bruisende watermassa's opwierpen, zag ik ze splijten en wankelen om hun evenwicht te vinden. Een van die ijsbergen ging ons rakelings voorbij. Hij stak wel een 10 meters boven het water uit, wat een totale hoogte van 70 of 80 meter deed veronderstellen. Maar wie zal ooit de ongelooflijke verscheidenheid ter kleuren van het ijs kunnen beschrijven, van lichtgroen tot diepblauw, van azuur tot doorschijnend kristal? De meest in het oog vallende kleur is hemelsblauw, wonderbaar teer van tint. We verlaten de Taku-fjord. De Queen baant zich, langzaam manoeuvrerend, een weg tussen het drijfijs door en gaat om de grootste ijsbergen heen, waarvan sommige zeer vreemde vormen hebben. In de verte gelijken ze nu eens op reusachtige paddenstoelen, dan weer op een beer, een vogel of op een stierenkop met horens. Er zijn er die schijnbaar zonder aanleiding plotseling in stukken splijten en waarvan de blokken, groot als huizen, allerlei onderdompelingen maken. Na die fjord volgt straat Gastineau, een smalle doorgang tussen woudrijke oevers, en 3 uur nadat we de gletsjer achter ons hebben gelaten volgt het Douglas-eiland voor de goudmijn Treadwell. We brachten er een bezoek aan van 2 uren. Het erts wordt opgehaald door een brede opening op de helling van een heuvel, 15 minuten van het strand verwijderd. We hadden de bestijging reeds ondernomen
toen plotseling een ontploffing, gevolgd door een goudregen, ons van de weg bracht. De smelterij, waar we een schuilplaats zoeken, is dichtbij. Het is een groot gebouw, de belangrijkste smelterij der wereld, zegt men, en uitstekend ingericht. Nacht en dag maken de 240 stampers er een hels rumoer en malen het gouderts dat als het gestampt is gewassen wordt door een zware stroom, dan gezeefd wordt en verder met zuren behandeld. Het erts is niet bijzonder rijk, want het brengt slechts van 4 tot 9 dollars per ton op. Maar er is een bijna onuitputtelijke hoeveelheid en het wordt zo zuinig bewerkt dat de winst nog aanzienlijk is. Men beweert dat alleen op het Douglas-eiland de reeds bekende lagen 5 maal meer goud bevatten dan betaald is voor de gehele aankoop van Alaska. Een vaart van 10 minuten brengt ons tot Juneau, tegenover het Douglas-eiland op het vasteland. Juneau dagtekent nog slechts van 1880, het tijdstip toen Juneau en Harrisburg, beiden goudzoekers, de rijke lagen in de buurt ontdekten en hun kamp op het naastbijzijnde strand vestigden. Nu is het een gewichtig middelpunt in Alaska. De vaste bevolking bestaat intussen slechts uit 2000 inwoners, maar een zeker aantal winkels, rijk voorzien van koopwaar en curiositeiten, enige bars en 2 of 3 hotels geven aan Juneau het voorkomen van een stad. Het is nog maar 12 uur en we zullen de rest van de dag en een gedeelte van de volgende te Juneau blijven. Ik weet dat de omgeving zeer schilderachtig is en dat een weg naar de goudlagen voert, een 10-tal kilometers in het binnenland. Natuurlijk had ik grote lust dat uitstapje te maken. Zo gauw ik aan land was, ging ik de heer Althoff bezoeken, een katholiek zendeling van Hollandse afkomst die op de helling der kust op een pas ontgonnen terrein zich een aardig huisje heeft laten bouwen bij zijn kerkje en bij de school die bestuurd wordt door 3 nonnen van de Orde der Heilige Anna van Canada. Tot mijn genoegen wilde de brave man, die zeer zuiver onze taal spreekt, mij wel het overige van zijn dag gunnen. Daar het enige rijtuig van de plaats door de kapitein in beslag was genomen, moesten wij de weg te voet afleggen. Eerst is de helling steil en de zon scheen helder, maar nauwelijks waren wij tussen de bergen gekomen of we vonden koelte in de weldadige schaduw van het woud. Zeker was het pad, dat zich tegen de berg opslingerde boven een stroom, zeer geschikt voor een voetganger. Maar de geringe breedte en de afwezigheid van al wat naar een leuning geleek, zou mij ongerust gemaakt hebben als we per rijtuig waren gegaan. Hoe verder we komen, des te meer afgronden zien wij. Het landschap wordt groots, de plantengroei weelderig. Boven ondoordringbaar kreupelhout, meest gevormd door struiken met allerlei bessen, verrijzen reuzenbomen, waarvan de takken, zowel als de stammen, omkleed zijn met mos en varensoorten. Onder die welke men heeft moeten kappen om de weg te banen, zijn er die nog ondersteund door de naastbijzijnde bomen niet op de grond hebben kunnen vallen. Andere, half omgehakt, hangen boven afgronden. Het gehele land is één onmetelijk woud, grotendeels bestaande uit coniferen. De grootste bomen staan er hier en daar te verrotten en hebben geen andere waarde dan die welke hun de hand des mensen geeft. Na een uur te hebben gelopen, verlaten wij de weg op een plaats waar men met grote werken is begonnen om door middel van een onderaards kanaal beneden in de dal het nodige water te krijgen voor het wassen van het goudzand. We stijgen nog steeds en nu eens langs door geiten gemaakte paden, dan weer door het steenachtig bed van een stroompje, bereiken we een der voornaamste goudvelden van de streek. Mijnwerkers richten op de wanden van een diep bekken waterstralen van ongekende kracht, afkomstig uit de naburige hoogten, en maken aanhoudend grote hoeveelheden zand en water los. Het zand loopt over daarvoor vervaardigd vlechtwerk en de aarde gaat, met water vermengd, door houten goten, waarin men op kleine afstanden met kwikgevulde holten heeft gemaakt, opdat ten gevolge van hun eigen gewicht de gouddeeltjes zich ermee zouden vermengen. Pater Althoff is de enige katholieke priester die op Alaska woont, waar hij sedert 12 jaren gevestigd is, zonder Europa te hebben weergezien. Men kan met genoegen naar hem luisteren. Hij vertelt mij een amusante en bepaald kenschetsende geschiedenis over enige Chinezen. Er waren toen in de mijnen van Treadwell blanke arbeiders aan het werk, maar tevens een 50-tal Chinezen en enige Indianen. Die laatsten werden door de blanken geduld, maar de bewoners van het Hemelse Rijk vonden geen genade. De directeur van het werk daarentegen, die door de Chinezen goed en goedkoop gediend werd,
weigerde hen te ontslaan. Op een goede dag scheepten de blanken, die besloten hadden zich hoe dan ook van hen te ontdoen, ze met geweld op een boot in. Naar Wrangell vervoerd werden ze echter door de kapitein van de Queen naar Juneau teruggebracht, waar de verenigde werklieden zich tegen hun ontscheping verzetten. Men besloot toen ze naar Victoria terug te zenden, van waar ze enige maanden tevoren waren vertrokken. Maar daar ze van een grondgebied kwamen dat deel uitmaakte van de Amerikaanse Republiek, werden weer $50 per hoofd van hen geëist. In de naburige staat Washington werden ze ook als nieuw aangekomenen beschouwd. Niemand wilde hen ontvangen. Zo heen en weer gestuurd tussen de Verenigde Staten en Columbia, bedreigd met terugzending naar China, moesten de arme kerels, die hun laatste spaarduitjes hadden verteerd, wachten tot de som, nodig om ten tweede male hun de toegang te openen, bijeengebracht was door hun landgenoten uit Victoria. Op de terugweg bezoeken we andere goudlagen en meer of minder belangrijke graafwerken. Overal wordt ijverig gewerkt. Men is overtuigd dat in de naaste toekomst de goudvelden van Juneau en het eiland Douglas tot de productiefste der wereld zullen behoren. Al is Alaska nog niet aan het Amerikaanse telegraafnet verbonden, toch werkt de telefoon reeds tussen de stad en de mijnwerken in de bergen, ja tot in de tijdelijke hut van de goudzoeker. Einde van deel 3. Deel 4 van Alaska en de Canada-spoorweg. Auteur onbekend. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Kliek. Alaska en de Canada-spoorweg. Deel 4. Een impresario uit Juneau heeft des avonds onder een grote tent een soort van toneelvoorstelling georganiseerd. En tegen een dollar de persoon hebben de passagiers van de Queen een troep Indianen van beiderlei seksen kunnen toejuichen, gekleed in het oude nationale kostuum van hun stam, die zingende, zich met hun primitieve instrumenten accompagnerend, woeste, vreemde dansen voor ons uitvoerden. De volgende dag, de vijfde der reis, verlieten we Juneau om 10:00 des morgens. Daar het kanaal Gastineau verder onbevaarbaar bleek, moesten wij terugkeren en om de zuidpunt van Douglas-eiland heen gaan. Tegen 12:00 kwamen we in het Lynn-kanaal, dat wel 100 kilometer lang is en zich dan in twee takken splitst, de forden Chilkat en Chilkoot. Het landschap overtreft in grootsheid al wat we tot nu toe hebben gezien. De bergen zijn hoger en steiler. Overal stort het water in vallen neer, stuift in de kloven en verspreidt zich in 1000 zilveren stralen over de rotsen. Overal schitteren heerlijke gletsjers in de zon en dalen af tot in de bossen, bijna tot het niveau der zee. Ik wil slechts een enkele noemen, de Davidson-gletsjer, die na eerst tussen twee hoge rotswanden te zijn ingesloten, zich als een waaier uitspreidt tot op het strand ter breedte van 6 kilometer. Zonderlinge tegenstelling. Een dichte plantengroei heeft zijn eindmorene bereikt als de groene zoom aan een hermelijnen mantel. Bij Pyramidehaven, het uiterste punt dat we noordwaarts gaande zullen bereiken, even beneden 59 graden noorderbreedte, zijn Indiaanse dorpen waar men gidsen kan huren om het dal van de bovenloop der Yukon te gaan zien. De betrekkelijk gemakkelijke weg wordt door de meeste goudzoekers gevolgd als ze zich naar het binnenland willen begeven. 3 dagen zijn voldoende om de bergpas ten hoogte van 1250 meter over te trekken en na 10 dagen roeien over de meren en rivieren kan men de grootste rivier van Alaska bereiken. Nu zet de Queen weer zuidwaarts koers. We gaan het Lynn-kanaal weer binnen en bewonderen weer de 19 grote gletsjers die erin neerdalen. Ieder vouwtje in het terrein is hier in de maand augustus nog met sneeuw bedekt. Elk dal draagt zijn gletsjers. De laatste, die wij links laten liggen bij de uitgang van de straat, is de Arendgletsjer, welks enorme massa plotseling bij een steile diepte van 1000 meter ophoudt, zodat hij in het ledige zijn ijskantelen en zijn azuren en zilveren kristallen neerwerpt. Op het Lynn-kanaal volgt de kruisstraat tussen het vasteland en het grote eiland Chichagof. Het is prachtig weer. Om 9:00 s'avonds wees de thermometer 17 graden en ik kan nog zien te lezen op het dek. Bij zonsopgang waren we opnieuw te midden van drijfijs. Het was in de Gletscherbaai,
een kabellengte van de Muir-gletscher verwijderd, welks front, rechtstreeks zich dompelend in een zee van 150 meter diepte, een breedte heeft van 2 kilometer. Evenals bij de Taku-gletscher wonen we de val van verscheidene lawinen bij en gevoelen de schokken, die te heviger zijn nu we de gletscher tot zo dicht als de voorzichtigheid maar even toeliet, zijn genaderd. Na allerlei evoluties bestemd om ons de Muir van alle kanten te doen bewonderen en na het afvuren van kanonschoten, die met donderend geraas worden weerkaatst door de 80 à 100 meter hoge ijsmuur, legt de Queen een weinig terzijde aan. De kapitein waarschuwt ons dat het anker om 1 uur zal worden gelicht en stelt de boten van het schip te onze beschikking. Ieder haast zich om aan land te gaan. En daar intussen de Elder, ook een boot met toeristen, is aangekomen, bewegen zich op het afgelegen strand weldra 350 dames en heren, allen op weg naar de gletscher. In talrijk gezelschap bestijg ik dus de morene en kom op de gletscher zelf, die ter hoogte van ongeveer 300 meter zich als een reusachtig plateau vertoont, 40 kilometer breed en door een kring van bergen omgeven. Doch wel te verstaan, een plateau grotendeels gevormd door een chaos van ijsblokken en doorgroefd met gapende spleten van onpeilbare diepte. 22 secundaire gletsjers van de omringende hoogten sluiten zich bij hem aan. In Zwitserland komt niets voor dat een denkbeeld zou kunnen geven van deze ijswoestijnen. Na een wandeling van 4 uren op de gletsjer en op het strand, waar ook enorme ijsblokken liggen, en nadat we beneden aan de gletsjer de blauwe grotten in het ijs hadden bewonderd, die het onvoorzichtig zou zijn binnen te gaan, keren we naar boord terug en bewijzen aan de Amerikaanse keuken een eer die ze eigenlijk niet verdient. De Amerikaanse professor Frederick Wright, die in 1880 de gletsjers van Alaska en vooral de Muir heeft bestudeerd, berekent dat deze laatste in 24 uur gedurende de zomer aan de randen 3 meter en in het midden 21 meter voortschuift, hetgeen voor de totale massa een gemiddelde dagelijkse snelheid van 12 meter zou bedragen. Daar hij nu, als men het ondergedompelde gedeelte meerekent, een dikte heeft van 250 meter over de boven aangegeven lengte, zou hij juist 6 miljoen kubieke meter ijs per dag leveren. Dit enorme cijfer verklaart dan ook het veelvuldig voorkomen en de verbazende uitgebreidheid der lawines van de Muir. Bij Taku had ik er reeds zeer treffende bij gewoond, maar die kwamen met lange tussenpozen, terwijl hier de gletsjer voortdurend in een toestand van instorting scheen te zijn. Er verliepen geen 2 minuten of men zag weer een ijstop waggelen en daarna in zee neerstorten met een donderend geweld, waarbij golven werden opgeworpen die zeer ver merkbaar waren. Zonder bij de grenzeloze ijsvelden van Groenland te kunnen worden vergeleken, is de Muir een der uitgestrekte gletsjers die er bestaan. Het blijkt echter dat hij vroeger groter geweest is dan tegenwoordig. Daarvoor zijn tastbare bewijzen aanwezig. Men weet dat op de zuidkust van Alaska ceders, pijnbomen en dennen groeien tot aan de grens der eeuwige sneeuw. Nu vormen de eilanden en kusten van het noordelijke gedeelte der gletsjerbaai daarop een treffende uitzondering. Tot op een afstand van 2 kilometer van de gletsjer is er geen spoor van plantengroei. Overal dragen de rotsen sporen van ijskrassen van nog jonge datum. Dan eerst komen langzamerhand enkele planten en de eerste bomen verschijnen 4 of 5 kilometer verder en worden dan al talrijker hoe verder men zich van de gletsjer verwijdert. Op de terugweg moet ons schip, dat zijn vaart aanmerkelijk heeft vertraagd, zijn weg zoeken tussen de grote ijsbergen en ijsschollen door, die nu eens verspreid zich vertonen, dan weer in dicht aaneengesloten menigten de fjord bedekken, zover men kan zien. Na het westen, boven de Pacific Gletscher, die als een waaier zich achter in een golf uitbreidt, verheffen zich de laatste toppen der Eliasketen. Het zijn de bergen La Perouse, Fairweather en Crillon, met toppen van 4 à 5000 meter, onder eeuwige sneeuw bedolven. Wonderlijk schouwspel. De zon is warm, het licht schitterend en een werkelijk Italiaanse hemel beschijnt dit ijslandschap. De Elder volgt ons op een mijl afstand. Soms verdwijnt hij achter een ijsberg, welks afmetingen we dan beter kunnen waarderen. Alleen de zwarte rookzuil uit de machine wijst aan waar het schip is. Kleiner dan de Queen baant de Elder zich moeilijker een weg door het ijs.
Weldra verliezen we het vaartuig uit het oog. Toen Vancouver deze streken bezocht, vond hij de ingang der baai zozeer met ijs bezet, dat hij zich er niet in durfde te wagen. En eerst in 1880 kwam de gletsjerbaai voor het eerst op een kaart voor op de juiste grootte. Nu gaan er elke zomer talloze Amerikaanse toeristen heen, zoals wij Europeanen Zwitserland en Noorwegen bezoeken om er natuurschoon te genieten. Om onze volgende aanlegplaats, Sitka, te bereiken, staan ons twee wegen open. Of rechtstreeks langs de ijsweg en de open zee, of langs de 46 kilometer langere, maar schilderachtiger en veiliger weg, vooral bij slecht weer, door de straten die het admiraalseiland van Chichagof en dit laatste van Baranof scheiden. Om onze volgende aanlegplaats Sitka te bereiken, staan ons twee wegen open. Of rechtstreeks langs de ijsweg en de open zee, of langs de 46 kilometer langere, maar schilderachtiger en veiliger weg, vooral bij slecht weer, door de straten die het admiraalseiland van Chichagof en dit laatste van Baranof scheiden. We zullen de eerste kiezen, want het is prachtig weer en heden nacht zullen wij de toren van de grote oceaan niet hebben te duchten. Toch spijt het mij dat ik nu Peril Strait niet zal zien, de nauwe bochtige straat tussen twee steile kusten, een der meest bewonderde doorgangen in het onontwarbaar net van waterwegen waarmee de natuur die streken heeft bedeeld. We zijn de Spencerkaap voorbij, geen windje op de stille oceaan, de laatste ijsschotsen zijn verdwenen. Een ogenblik heb ik bij het vallen van de nacht in de verte naar het noordwesten de top van de Eliasberg menen te zien, maar het was gezichtsbedrog. Ondanks zijn hoogte van 5822 meter, waardoor hij de hoogste berg van Noord-Amerika is, zijn we er nu te ver van verwijderd om hem te zien. Het schiereiland dat in de avondnevel verdwijnt, wordt gevormd door de hoge bergen die wij reeds van de gletsjerbaai uit hebben waargenomen, en stellig heb ik de Crillon, die met zijn 4835 meter de Mont Blanc in hoogte overtreft, boven de wolken zien uitsteken. Sitka, waar wij op de morgen van de 8e augustus, de zevende dag van onze reis, aankomen en waar we de ganse dag zullen blijven, is de hoofdstad van Alaska. Een hoofdstadje, want het heeft slechts 1200 inwoners, waarvan nog de helft Indianen en Russische kleurlingen zijn. Het stadje is mooi gelegen op de westkust van het grote eiland Baranof, aan een ruime, veilige haven, afgesloten door het eilandje Kruzov, dat de golf beschermt tegen de hoge zeeën. Een massa rotsachtige, woudrijke eilandjes zijn op een altijd kalme zee verspreid. Hoge bergen staan er omheen en een uitgedoofde vulkaan, de Edgecumbe, vertoont zich aan de horizon en gelijkt met zijn besneeuwde zijden op de beroemde Fujiyama uit Japan. Tegen het midden der vorige eeuw lokte de verovering van Siberië en de ontdekking van Kamtjatka de Russen naar de kusten der Stille Zuidzee. Toen kwamen de Spanjaarden en daarna de grote wetenschappelijke ontdekkers Cook, La Pérouse en tenslotte Vancouver, die tussen 1792 en 1794 de ganse kust hydrografisch opnam. Intussen waren de Russen steeds verder zuidwaarts voortgedrongen. In 1804 werd Sitka onder de naam New Archangel gesticht door baron Baranof, de eerste gouverneur van Russisch-Amerika, die tot zijn dood in 1818 de opkomende kolonie met ijzeren hand bestuurde. De Sitka-indianen behoren tot een stam die door zijn woelingen dikwijls bloedige conflicten heeft uitgelokt, zelfs nog in de laatste tijd. En als men bedenkt dat de eerste Russische kolonisten voor het grootste gedeelte kleurlingen waren en een samenraapsel vanuit Siberië ontvluchte avonturiers, zal men toestemmen dat een streng meester voor die streken geschikt was. Men merkt te Sitka nog tal van overblijfselen van de Russische heerschappij. Voor eerst aan de ingang der stad het oude kasteel Baranof, een stevig houten gebouw op een heuvel met uitzicht op de zee gebouwd. De bescheiden woning van de tegenwoordige gouverneur van Alaska is ook oorspronkelijk een Russisch huis. De kazernen en het gerechtshof zijn grote gebouwen uit dezelfde tijd. Het enige belangrijke bouwwerk is een orthodoxe kerk, van hout, evenals het kasteel, maar prachtig ingericht van binnen. Men kan er schilderwerk op ivoor bewonderen, ingelegd met kostbare stenen.
De 6 kerkklokken zijn te Moskou gegoten. Op een naburige hoogte staat nog een aardig blokhuis dat een der hoeken van de Russische vesting moest verdedigen. Daar dichtbij ziet men de overblijfselen der barricade waarachter de inboorlingen zich bij het vallen van de avond terugtrokken. Te Sitka bloeit de curiositeitenhandel nog meer dan te Wrangell en te Juneau. Dadelijk bij de landingsplaats bieden vrouwen, op de trottoirs naast de huizen gezeten, de ons reeds bekende voorwerpen te koop aan. Iets verder lokken de winkels der Amerikanen de menigte toeristen aan. Ik zeg de menigte, want door de bijna gelijktijdige aankomst van de Queen en de Elder is de blanke bevolking van Sitka plotseling verdubbeld. De fotografiewinkels worden, als het ware, bestormd. Ik heb geen lust er binnen te dringen. Naar de kant der kerk is de toeloop minder groot. Weldra wordt mij dat opgehelderd. Een aanplakbiljet waarschuwt de heren reizigers der pakketboten dat op de dag hunner aankomst de deur streng gesloten zal blijven, maar dat ze welwillend zal worden geopend tegen het geringe bedrag van een halve dollar per persoon. Als men de kerk voorbij is, nadert de hoofdstraat, die om de waarheid te zeggen de enige straat ter stad is, de zee, maakt een bocht naar rechts langs een oude molen waarvan de primitieve bouwwijze de oorsprong aanduidt, om langs de golf voortgaande bij de Presbyteraanse zendingspost uit te komen. Dit zendingshuis, dat ik evenals het hospitaal ernaast heb bezocht, is in 1877 gesticht en het voornaamste van dien aard op Alaska. Bij gelegenheid onze aankomst voerde een inlands fanfarekorp een paar stukken muziek vrij goed uit. De school is ruim en goed onderhouden. Die jeugdige indiaantjes en hun zusjes zijn waarlijk niet te beklagen. Een klein museum in indiaanse stijl is onlangs in de buurt opgericht. Het is reeds zeer belangrijk. Een jong Amerikaans meisje, Ida Rogers, heeft het mij allervriendelijkst laten zien. Voorbij de stad begint het woud. Een prachtige, door de Russen aangelegde laan, dicht bij het strand, leidt in een kwartier naar de Indianenrivier, waarover een brug is gebouwd met rustieke banken erbij. Aangelegde voetpaden maken het mogelijk een bepaald eind de rivier te volgen en het prachtige bos te betreden, een der schoonste die ik ooit zelfs in equatoriale streken heb gezien. Ik ben bang om in herhaling te vallen, maar ik moet toch wel een woordje zeggen van die dennen van 2 meter middellijn, van die prachtige ceders, reusachtige rechtopgaande zuilen in welker schaduw een tweede bos van minder hoge bomen groeit en een gehele wereld van struiken en elegante varens. Op de grond rusten de voorvaderen van de reuzen van heden, enorme, in ontbinding verkerende stammen, welker stof een nieuw geslacht voedt, dat begeerig de lucht en het licht zoekt. Het vochtige, gematigde klimaat van het eiland Baranoff geeft aan de plantengroei die buitengewone weelderigheid. 14 jaren van meteorologische waarnemingen bepalen de gemiddelde jaartemperatuur van Sitka op 5,6 graden, met een hoeveelheid regen van 2116 mm. Vergeten we daarbij niet dat Sitka op 57 graden noorderbreedte ligt, terwijl aan de Atlantische zijde, Quebec, dat zich 10 graden zuidelijker bevindt, het slechts tot een gemiddelde temperatuur van 4 graden brengt. Bij mijn terugkomst in de stad ging ik luitenant Emmons van de Amerikaanse marine opzoeken, voor wie mijn collega van het aardrijkskundig genootschap, de heer Georges de La Sablière, die verleden jaar te Sitka was geweest, mij een introductiebrief had meegegeven. Daar de heer Emmons er reeds verscheidene jaren woont, heeft hij een aanzienlijke collectie Indiaanse oudheden kunnen verzamelen. Hij heeft een groot gedeelte van zijn schatten reeds naar het Ethnografisch Museum te New York gezonden, waar ik ze na mijn terugkeer heb gezien, maar toch heeft hij nog tal van zeer interessante voorwerpen. Een serie maskers van gekleurd hout, waarvan de Indianen zich nog heden bij hun feesten bedienen en in hun oorlogen, of die de Indiaanse tovenaars dragen als ze bij een zieke in consult worden geroepen, trok vooral mijn aandacht. Hoewel veel grover van bewerking, hebben ze een treffende overeenkomst met de maskers die in Japan worden gedragen. Mocht ik nog enige twijfel hebben gekoesterd omtrent de Aziatische afstamming der Indianen van Alaska, dan zou die verdwenen zijn door het onderzoek van een wapenuitrusting uit kleine plankjes, onderling aaneengehecht met pezen van dieren, die een karakteristieke overeenkomst vertoont met de nu in alle Japanse bazaars aanwezige samurai.
De heer Emmons bezit ook een massa voorwerpen van been en uitgesneden ivoor, kunstig bewerkt door de Yukon-Indianen of door Eskimo's van de IJszeekusten. De door die laatsten gemaakte voorwerpen zijn het origineelst. Ik heb er gezien die wegens de fijnheid van uitvoering met de Japanse Netsukes gerust de vergelijking kunnen doorstaan. Van wat de heer Emmons mij omtrent de Yukon-Indianen vertelde, wil ik hier nog het een en ander mededelen. Vooral omdat de berichten omtrent de levenswijze der Indianen in het noordwesten van Amerika slechts schaars zijn. De huizen van deze Indianen waren, zoals hij zei, volgens een geheel ander plan gebouwd dan die der Eskimo's in hun buurt, al zijn ze ook meestal onder de grond gelegen. Om erin te komen begeeft men zich eerst in een houten hut en daalt vervolgens loodrecht naar beneden, waarna men in een lage tunnel komt die voortloopt tot de woonkamer. Daarboven verheft zich een koepeldak, het welk in het midden een opening heeft waardoor de rook ontsnapt. Wanneer de 's nachts het vuur in de haard bijna is uitgebrand, worden de half verkoolde spaanders weggeworpen door het rookgat dat dan met huiden wordt toegestopt. Ook de toegang tot de woning wordt met dierenvellen gesloten. De stank van rottende vis en de lucht die de vuile mensen, want deze luidjes wassen zich niet, van zich afgeven, doet de Europese reukorganen zeer pijnlijk aan. Volgens de heer Emmons was het opmerkelijk hoezeer de kleding deze Yukon-Indianen verschilde van die der Eskimo's. Hun opperkleed gelijkt op een dubbele rok met panden van voren en van achteren. Zij dragen, om hun ogen tegen het sneeuwen zonlicht te beschermen, brillen, die evenwel niet uit glas, maar uit twee ovale stukjes hout bestaan, overdwars voorzien van een smalle spleet, die door middel van koorden aan het hoofd bevestigd zijn. Uit berkenstammen vervaardigen zij de van voren brede en oplopende sneeuwschoenen, ongeveer 1,30 meter lang, waarin de voet door middel van lederen riemen bevestigd wordt. In het verschalken van rendieren zijn deze Indianen bijzonder bedreven en door middel van in het ijs gehakte gaten maken zij zich meester van grote hoeveelheden vis. Zodra het begint te vriezen, bevestigen zij namelijk palen tot op zekere afstand ter kust in het water en als zich om die palen ijs vormt, slaan zij dit stuk. Aan iedere paal maken zij vervolgens een korf vast van wilgenhout en als deze gewoonlijk eenmaal daags uit het water wordt gehaald, is hij gewoonlijk vol vis. Aan het roken zijn zowel de mannen als de vrouwen van deze stam verslaafd. Naar aanleiding van de maskers die de tovenaars dragen als ze bij zieken worden geroepen, verhaalde de heer Emmons mij nog een en ander van het geloof der stammen in zijn buurt en van de geesten die de tovenaars ten dienste staan. De menselijke geest stijgt na de dood omhoog naar het luchtruim. Het lichaam blijft op aarde terug, maar de schaduw verdwijnt onder de aarde en zet het leven voort in de onderwereld. Daar de muziek in het leven van deze Indianen een grote rol speelt, heeft iedere tovenaar of medicijnman zijn lijfdeuntje dat door geen van zijn beroepsgenoten wordt gezongen. Wordt de toverdokter bij zieken of bij sterfgevallen geroepen, dan trekt hij zijn sierlijkste gewaad aan en tooit zich met de vellen van de hermelijn. Hij bedekt zijn beschilderd gelaat met een masker en loopt voor het vuur heen en weer. Daarbij zingt hij zijn lijfdeuntje en andere bekende liederen die door de aanwezigen in koor zachtjes worden nagezongen om de geesten op te roepen die de medicijnman ten dienste moeten staan. Daarna begint de tovenaar allerlei vreemdsoortige gebaren te maken en schijnt tenslotte de strijd aan te binden met de boze geest die in het lichaam van de zieke huist. Als het hem na lang pogen gelukt diens meester te worden, werpt hij hem met alle tekenen van afschuw in het vuur. Meestal staat het schuim hem daarbij op de mond van inspanning. Als de leider van de demon bevrijd is, wordt het koorgezang levendiger en vrolijker en de medicijnman wordt onthaald en keert huiswaarts. Heeft de kuur niet de gewenste uitwerking en sterft de zieke, dan moet zijn hulp opnieuw worden ingeroepen, want niemand dan hij kent de weg die de dode moet afleggen. De schaduwen namelijk van de slechte mensen volgen een andere weg dan die der goede, en de tovenaar moet zorg dragen dat de verdienstelijke dode niet op het verkeerde pad terechtkomt. Ongastvrije mensen, dieven en gierigaards delen in het rijk der schaduwen hun plaats met de honden. De luitenant sprak ook over de Thlinkets of Thlinkieten, die de kuststreek tussen de Eliasberg en de Columbia-keten bewonen. De Russen noemen hem Kolyushin,
welke naam bewerking heeft op de bij hen heersende gewoonte om de lippen te doorboren. Kolak is namelijk het Russische woord voor pin, koljutschka, stekel of doren, en kolok, splijten. En uit deze woorden is de naam Kolyushin ontstaan. Apropos van de totems die ik vertelde in Rangel te hebben gezien, verhaalde hij dat ook waar men die totems niet aantreft, toch ieder geslacht een wapenschild heeft, dat het dier voorstelt waarnaar het geslacht is genoemd, bijvoorbeeld de wolf, de beer, de raaf of de adelaar. En behalve op de wapenschilden komen afbeeldingen van die dieren tevens voor op gereedschappen en vaartuigen. In gezelschap van de sympathieke luitenant heb ik een prettig uurtje doorgebracht. Toen veroverde ik niet zonder moeite nog enige fotografieën van een koopman, die altijd door de menigte toeristen werd belegerd, maar die toen hij mij in gezelschap van de heer Emmons zag, mij te woord stond. Het Indiaanse dorp bij Sitka breidt zich langs de golf links van de hoofdstraat uit. Het is gebouwd tegen een heuvel waarop het oude Russische kerkhof ligt. De bewoners van Sitka hebben vele gewoonten en tradities bewaard die ook voorkomen bij de andere stammen op Alaska. Men vindt echter bij hen geen spoor van totems. We troffen het dat we een Indiaans feest konden bijwonen dat slechts eens in het jaar plaats heeft, bij de bessenoogst. Vier met vlaggen versierde boten met een honderdtal Indianen, mannen, vrouwen en kinderen, de meeste in nationale kleding en met maskers en zwartgemaakte gezichten, varen langzaam in zee en houden enige meters van de oever stil. Daar begint ieder te zingen, te gesticuleren en te dansen op allerdolste manier, terwijl andere Indianen op het strand, in de brandende zon, vrolijke groepen vormen, vol lokale kleur. Fotografen van beide seksen zijn talrijk, zeer talrijk, onder de toeristen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de helft der dames aan land gaat met hun instantané-toestel bij zich. Zelfs de zeer oude en de zeer jonge dames zijn handig in die de toerist zo dierbare kunst. En nu vraag ik u of de objectieven wat te doen hadden daar op die kust van Sitka. Het was of er een geschutvuur van schuifjes en dopjes plaats had. Er zijn maar weinig Russen te Sitka gebleven. Een van hen, bij wie ik een deel van de avond doorbracht, vertelde mij een en ander van de visserijen in de Sitka-archipel. Te Killisnoo, op het eilandje Kennesnov, in de buurt van het Admiraalseiland, heeft men de grootste inrichting voor het conserveren van vis van de gehele wereld. De jaarlijkse productie is meer dan 2000 ton, zonder nog de guano mee te rekenen. Van het eind van augustus tot in de maand januari is het water der Chathamstraat zwart van vissen. Eerst was de inrichting te Killisnoo gebouwd voor de walvisvangst, maar men heeft er afstand van moeten doen om de vijandige gezindheid der Indianen uit de buurt. Een gezindheid die voortkwam uit het godsdienstig vooroordeel dat hun verbood het grote dier, het vereerde zinnenbeeld van hun totem, te doden. De gouverneur van Alaska constateert in zijn laatste rapport dat het aantal canneries, dat zijn inrichtingen waar men de zalm in de bussen doet, in een enkel jaar van 17 tot 36 is gestegen. In 1889 zijn er 4,6 miljoen kisten, ieder van 4 dozijn bussen van gemiddeld 1 pond, uitgevoerd. Van Sitka bewerkstelligden wij de terugkeer in 2,5 dag. Nadat we de zuidpunt van het eiland Baranoff voorbij waren, kwamen we in de Duc de Clarencestraat, en daarna volgden we een beetje ten zuiden van Rangel weer de reeds afgelegde weg. We gingen toen bij dag de weg langs die we eerst bij nacht aflegden, zodat geen enkel punt ons is ontgaan. De 11 augustus morgens kwamen we te Nanaimo, oude post der Hudson Bay Company, nu een kleine bloeiende stad, 118 kilometer ten noorden van Victoria, op de oostkust van Vancouver. Er worden rijke kolenmijnen ontgonnen en onze boot moest er enige uren blijven om steenkool in te nemen. Een trein was op het punt te vertrekken. Ik heb er gebruik van gemaakt en 4 uren later bracht de spoorweg mij naar Victoria terug. Zo had ik in 9,5 dag de gehele reis gedaan langs die kusten van Alaska waar stoomboten kunnen komen. Van het korte uitstapje behield ik onuitwisbare indrukken. Ik wil volstrekt niet de grootsheid van Noorwegen verkleinen, maar men kan eigenlijk die beide landen van zo verschillende aard niet met elkaar vergelijken. Nauwelijks een maand was er verlopen sedert mijn vertrek uit Parijs,
dat ik 11 juli 's avonds had verlaten. Men ziet, de reis naar Alaska is nog lang, nog moeilijk. Einde van deel 4. Einde van Alaska en de Canada-spoorweg. Opname door Katte Kliek. Zie www.kattekliek.nl. Hartelijk dank voor het luisteren.